eerste plaats excuseren, omdat ik deze hoorzitting van op afstand moet volgen, ook ten aanzien van de sprekers. Ik moet mij ook verontschuldigen, omdat ik straks om 11 uur de commissie moet verlaten, maar collega Sleurs zal het dan van mij overnemen. Collega's, op de agenda staat een hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over de toegang tot een vroegdetectieprogramma voor prostaatkanker voor goed geïnformeerde mannen vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar. Ik wil in de eerste plaats de sprekers van harte welkom heten en bedanken voor hun komst naar deze commissie. Ten aanzien van de collega's wil ik zeggen dat we dus we hebben een heel aantal sprekers. We hebben die wat ingedeeld in blokjes, maar het is wel de bedoeling dat eerst alle sprekers aan bod komen en dat dan de vragen door de leden kunnen gesteld worden. En we beginnen het eerste blokje met professor Dr. Hein van Poppel van de KU Leuven, professor Dr. Herte Meereleer van UZ Leuven en André Deschamps, voorzitter Europa WUMO en wij ook. Ik geef graag eerst het woord aan professor Hein van Poppel. Of een van de anderen, ik weet niet hoe dat jullie afgesproken zijn met elkaar. Dank u wel, meneer Saint-Aubin, voor de mooie inleiding. Goedemorgen, dames en heren. Het is mij een genoegen om hier vandaag te mogen de spits afbijten over een onderwerp dat me bijzonder nauw aan het hart ligt en wat te maken heeft met de vroegopsporing van prostaatkanker. Ik probeer mijn scherm met u te delen. De vraag die we vandaag moeten proberen op te lossen samen, de neuzen in dezelfde richting te krijgen, is het inderdaad niet hoog tijd om de vroegopsporing van prostaatkanker in te voeren. Ik ben altijd werkzaam geweest in het UZ Leuven in Gasthuisberg. Ik ben een aantal jaren in het bestuur geweest van de Europese Vereniging van Urologie, de EAU, met 18.000 leden in meer dan 140 landen. We hebben richtlijnen die evidence-based zijn over alle mogelijke aandoeningen, want urologie is natuurlijk niet alleen prostaatkanker. We hebben patiënteninformatie en we hebben een medisch journal, de European Urology, die de hoogste impactfactor wereldwijd heeft wanneer het komt tot urologie en nefrologie. Prostaatkanker in de wereld, als we kijken, Noord-Europa en West-Europa scoren natuurlijk bijzonder slecht. Hè. Het enige waar het er nog meer prostaatkanker voorkomt is in Australië en Nieuw-Zeeland. En aan de rechterkant van deze grafiek ziet je de rode balkjes, dat is de sterfte. En je ziet dat de sterfte relatief hoog is in Noord-Europa, maar niet natuurlijk in vergelijking met bijvoorbeeld de Caraïbe, waar de mortaliteit nog veel hoger is. African-Americans ook, hoge mortaliteit en hoge incidentie. Dat is dus een frequente tumor, maar om het zeer duidelijk te stellen voor iedereen die hier vandaag in deze commissie mag aan het woord komen. Prostaatkanker microscopisch komt bijzonder veel voor. Hè. En als je hier ziet, dat zijn autopsies van mensen die verongelukt zijn in het verkeer. Reeds op 30-jarige leeftijd zie je dat je microscopisch in de prostaat van die slachtoffers van dat ongeval die ze nagekeken hebben, dat 8% daarvan inderdaad al microscopisch een prostaatkanker heeft. En als je dus 70 tot 79 jaar bent, en je bent blank of je bent African-American, heb je 83% kans dat indien ze je prostaat zouden gaan nakijken onder de microscoop, dat je microscopisch prostaatkanker hebt. En je begrijpt meteen dat er dus heel veel mensen sterven van andere oorzaken, cardiovasculaire ziekte, suikerziekte, complicaties van allerhande aandoeningen. En niet van prostaatkanker. Dat zijn we ons allemaal heel erg goed bewust. Maar als je dan kijkt wat prostaatkanker aanricht in Europa in 2010,
stierven er 92.200 mensen. En nu moeten we ons toch een vraag stellen, want in 2018, en dat is de EU28 nog met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, stierven er 107. En terwijl onze geneeskunde verbetert en we meer kunnen en de mensen langer kunnen laten leven, zien we een stijging op een achttal jaar die toch bijzonder significant is en waarvan we ons kunnen afvragen wat gebeurt er, wat doen we verkeerd. We weten dat het de frequentste mannelijke kanker is in het Verenigd Koninkrijk en dat 1 op 7 mannen die hier misschien nu ook vandaag aan het luisteren zijn, met prostaatkanker graag geconfronteerd worden. En dat is even het Belgische cijfer, 147 per 100.000, dat is iets minder dan het in de Europese Unie het gemiddelde is. En we hebben 32 per 100.000 prostaatkankerdoden. Dat zorgt voor een 1500 mannen die per jaar van prostaatkanker sterven. En dat terwijl dat we weten dat prostaatkanker perfect geneesbaar is als je het tijdig ontdekt. En we kunnen het tijdig ontdekken en we kunnen het genezen. En we weten dat er een test is, prostaatspecifiek antigeen. Dat is niet prostaatkankerspecifiek antigeen, dat is prostaatspecifiek antigeen. Gewoon in een bloedstaal kan dat eenvoudig en goedkoop bepaald worden. En dat geeft informatie over de prostaat en ook over afwijkingen. Bijvoorbeeld prostaatkanker, maar ook prostaatontstekingen, prostaatvergroting. Bijna alle mannen krijgen met gevorderde leeftijd prostaatvergroting. Voordat PSA bestond, dat is 85, 86 in de vorige eeuw, stierf ongeveer 1 op de 3 tot 1 op de 2 mannen die met prostaatkanker te maken kregen, stierven aan die aandoening. Uiteraard omdat ze te laat ontdekt werden. En wat is er gebeurd met PSA? En nu moet u goed kijken hier, in 87, hier is dus ergens prostaatkanker geïntroduceerd geweest. En dan is het eerste wat dat opvalt, is dat we veel meer prostaatkankers zijn gaan vinden. En dat benoemen we dan als overdiagnose. Als je kijkt, na een aantal jaren is dat wat verdwenen, die piek. En er is een toename met de tijd van prostaatkanker wereldwijd. Het tweede feit dat je direct opmerkt, is dat een paar jaar nadat we dus die PSA ontdekt hebben, zie je de sterfte van prostaatkanker dalen. Dat wil zeggen dat we iets goeds gedaan hebben. En als je kijkt wat dat de evolutie is van prostaatkanker tussen 2005 en 2009, en prostaatkanker staat hier van boven, de verbetering in sterfte is voor geen enkele tumor zo groot geweest als bij prostaatkanker. Ik neem als ander voorbeeld blaaskanker, die hier van onder staat. Daar zie je dat we dus eigenlijk bijna geen vooruitgang gemaakt hebben. Ondanks goede therapieën, ondanks goede chemotherapie, hebben we geen vooruitgang gemaakt. Maar bij prostaatkanker hebben we dus inderdaad een daling van de mortaliteit bewerkstelligd sinds het gebruik van PSA en de vroege ontdekking. Maar geen enkele kanker deed het beter. Maar dit ten koste van een aantal mensen die we zijn gaan diagnosticeren, waarvan dat we het misschien beter niet geweten hadden, die dus biopsies gekregen hebben omwille van een afwijkend PSA, en daarbij dus een tumor ontdekt werd, en zoals ik dat straks getoond heb, heb je de kans, als je in je prostaat laat prikken, dat ze een tumor vinden die gewoon met de leeftijd te maken heeft. Dus ten koste van overdiagnose en overbehandeling. En daardoor heeft dat PSA-gebeuren een bijzonder slechte naam gekregen. Wat is het resultaat als je prostaatkanker gaat screenen door middel van PSA? En dat is wat deze studie aantoont. Als we zien de mensen naar de mortaliteit, en ik weet niet of dat u vertrouwd bent met dit soort grafieken, maar dat zijn dus het aantal mensen die sterven. En dat is wat dat er gebeurt indien je gescreend wordt. Sterven dit aantal mensen na zoveel jaar. Na 9 jaar is het verschil niet groot met de niet-screeninggroep, maar na 14 jaar zie je dat er een verschil is van 24%. En dat zijn de laatst gepubliceerde resultaten. Maar we hebben sindsdien uit
cohortes van die grote Europese studie gezien dat als je mensen 20 jaar opvolgt, dat de prostaatkankersterfte daalt met meer dan 50%, 52%. Metastatische ziekte, uitgezaaide ziekte, daalt met 54%. En dat is statistisch zeer erg significant. En ik denk dat we niet meer mogen zeggen dat er een modeste, zoals het meestal genoemd wordt, modeste verbetering is van de prostaatkankersterfte, maar een zeer significante daling van de prostaatkankersterfte. En het is gewoon een kwestie dat de mensen langer opgevolgd worden. Dus je kunt begrijpen, als iemand op 20 jaar, op 50 jaar, voor de eerste keer zijn PSA laat bepalen, dat hij 50% minder kans heeft om 20 jaar later van prostaatkanker te sterven. En dat is toch wel een heel gunstig resultaat. Nu, wat dat we weten over prostaatkanker is dat als we tijdig ontdekken dat het goed te genezen is. Als we een vroeg stadium behandelen, heb je natuurlijk een betere levenskwaliteit. Een vroeg stadium, ik bedoel een tumor die beperkt is tot de prostaat, die we ontdekten aan de hand van een PSA-bepaling die afwijkend was, gaat je, indien je die mensen opereert, minder incontinentie hebben. Je gaat minder sphincter beschadigen, de sluitspier gaat minder beschadigd worden dan wanneer dat je een grote tumor hebt. Als je een grote tumor hebt, gaat je ook moeten de zenuwen die instaan voor de potentie, die vlak achter de prostaat lopen, gaat je natuurlijk kunnen beschadigen, terwijl dat bij een kleine tumor je die zenuwen kunt sparen. Dus je gaat minder impotentie hebben. En wanneer je voor een bestralingsbehandeling zou kiezen en je hebt een kleine beperkte tumor, moet je waarschijnlijk niet of niet lang met hormonen bijbehandeld worden. Wat ook zeer zware neveneffecten heeft. En daarentegen, indien de ziekte gevorderd is, gaat je meer nadelen hebben, meer impotentie, meer incontinentie, nood aan hormonale behandeling. Dat heeft veel neveneffecten. Het is geen genezende behandeling meer en het is bovendien extreem duur. En daarom dat ik deze slide wil tonen, dat is een man die in 1999 gevonden wordt met een prostaatcarcinoom waar dat we denken dat we er op tijd bij zijn. Maar hij is eigenlijk te laat gediagnosticeerd. We opereren hem en dat kost €5.000. Hij hervalt met zijn PSA dat opnieuw komt en we bestralen hem, dat kost €5.000. Op het duur gaat hij botmetastase, uitzaaiingen in de botten, vertonen, waarvoor dat hij gecastreerd wordt. Dat gebeurt meestal tegenwoordig met injecties. Medische castratie, dat kost €11.000. Medische castratie geneest niet. Die mensen hervallen meestal klinisch na 1,5 jaar. Als je hervalt, dan zijn er een hoop medicamenten op de markt. Er is radioactieve producten die kunnen gebruikt worden. Er is chemotherapie onder 2 verschillende vormen. En een aantal dure medicaties. En zo ziet je dat na 1,5 jaar die mensen toch wel nog wat blijven leven. Met een slechte kwaliteit van leven. Als gecastreerde man, zonder uw mannelijk hormoon, zonder uw drive, zonder uw testosterone. En dan bovendien met de nevenwerkingen van al deze medicaties. Eventueel bestraling van pijnlijke botmetastase. En dat kost in die twee tot vier laatste miserabele jaren voor deze mannen aan ons maatschappij €240.000. Dat is dus 10 keer meer als de behandeling die hij tot dan toe gekregen heeft. Dus de zorgkost is enorm. Wat weten we over de PSA-test? Hij is gemakkelijk bruikbaar, hij is goedkoop en prostaatkanker heeft geen symptomen. En ik zal misschien vandaag het weer moeten horen dat er mensen denken, je moet u laten testen als je symptomen hebt. Prostaatkanker in zijn geneesbaar stadium geeft geen klachten. De klachten die mannen hebben met het plassen komt van goedaardige prostaatvergroting, waarvan ik gezegd heb dat eigenlijk bijna alle mannen dat ontwikkelen. De populatiescreening, zoals ik die dat straks heb laten zien, dat is de Europese gerandomiseerde screening voor prostaatkankerstudie, die heeft aangetoond dat er dus meer dan 50% vermindering is van de prostaatkankersterfte bij 20 jaar opvolging, die gebeurde aan de hand van de PSA-test. En als die PSA-test afwijkend was, kreeg de patiënt een biopsie. En als ze een biopsie kreeg, had hij misschien prostaatkanker en werd hem meestal behandeld, omdat we niet wisten wat dat significante en niet significante kankers waren. Dus we zijn veel te veel mannen gaan biopsiëren, overdiagnose. En we zijn veel mannen gaan overbehandelen. En ik kan u verzekeren, tot mijn grote spijt, dat ik in mijn carrière misschien 3000 prostaatkankerpatiënten hun prostaat heb weggenomen,
waarvan dat ik nu weet dat er daar zeker een 10% van zijn geweest, zeker in het begin van mijn ervaring, die geen prostatectomie, geen prostaatoperatie moesten hebben op dat ogenblik. En die dat we vandaag gewoon actief zouden opvolgen. En wordt de tumor progressief of wordt hij gevaarlijk, dan hebben we nog altijd tijd om de mensen met een genezende behandeling van hun probleem af te helpen. Maar om die reden werd dus PSA-testing afgeraden. Wereldwijd, gestart in de Verenigde Staten, en wereldwijd werd er een propaganda gemaakt om geen PSA-testen meer te doen. Wat is het gevolg? Dat de sterfte door prostaatkanker is gaan toenemen, omdat de tumoren te laat werden ontdekt. En prostaatkanker is nu qua sterfte nummer 2 geworden na longkanker en voor colorectale tumoren. En dat is niet alleen waar in de Verenigde Staten, dat is ook waar in Duitsland. Waar je ziet dat prostaatkanker nummer 2 geworden is en dus meer mannen sterven van prostaatkanker dan van colorectale tumoren. En voor colorectale tumoren wordt er gescreend. Laat ons vergelijken met borstkanker. Borstkanker is hier in het rood aangegeven, is progressief van sterfte gaan dalen, maar prostaatkanker bij de man is progressief over de jaren, na de anti-PSA-propaganda, gaan stijgen. En er sterven vandaag meer mannen van prostaatkanker in het Verenigd Koninkrijk dan vrouwen van borstkanker. En op 10 jaar is de prostaatkankersterfte gaan stijgen met 17%. En we laten dat allemaal gebeuren. Dit zijn patiënten die gemetastaseerd ontdekt worden. Dat wil zeggen, op het ogenblik dat ze de diagnose vernemen, ik heb prostaatkanker, zijn ze al uitgezaaid en dus niet meer geneesbaar. En zijn ze dus toe aan castratie, zijn ze toe aan al die dure medicaties. En je ziet dat het aantal patiënten 5 jaar na de aanbevelingen tegen screening, zijn het aantal gemetastaseerde patiënten bij diagnose gaan toenemen. Het aantal patiënten met klieruitzaaiingen zijn gaan toenemen. En zoals je het hier dus duidelijk ziet, gemetastaseerde patiënten zijn gaan toenemen. En dus de sterfte is gaan toenemen. En als we hier naar die bruine lijn kijken, dat is de sterfte van prostaatkanker, die tot als PSA ontdekt is geworden, is dan gaan dalen. En die daling is zeer gestadig gegaan, tot als de propaganda tegen PSA-testing gekomen is, is die daling gestopt en is er zelfs een stijging van de sterfte met 5% op 1 jaar tijd. En we laten dat gebeuren en we zouden dus niets ondernemen. En dan komt er nog COVID bij, en dat zijn de Belgische cijfers die ik van het instituut gekregen heb, waarbij dat je ziet dat door COVID er 15% minder prostaatkankerdiagnoses zijn gesteld. En voor andere tumoren is dat zelfs nog een triestiger cijfer. Dus we zitten nu met een hoop patiënten die te laat gediagnosticeerd zijn en die niet volgend jaar, niet het jaar nadien, maar die op termijn riskeren van prostaatkanker te gaan sterven. Dus ik vertegenwoordig hier de European Association of Urology. We zijn inderdaad naar het Europees Parlement gegaan. Ik heb 15 jaar geleden met Wijlen Louis Denis, die dat ons net een paar weken geleden heeft verlaten na zijn overlijden, ben ik de boer opgegaan in heel Vlaanderen om te gaan proberen om iets aan die situatie die dat we zagen aankomen te doen. En zijn daar niet in gelukt. En daarom ben ik Europees gaan proberen, en dat is wat dat we vandaag doen, om de policymakers met de steun van de patiëntenorganisaties die daar onderaan, Europa WOMO, de ECPC, zijn we gaan proberen om de politiekers te gaan overtuigen dat we iets moeten doen aan dit probleem. We zijn dat wetenschappelijk gaan onderbouwen en hebben een publicatie gemaakt met aanbevelingen voor de Europese Unie en de Europese Commissie om op de manier waar wij van denken dat we nu verder moeten. En wat is de manier dat we voorstellen? Op de eerste plaats is, we moeten de mannen informeren over wat het te betekenen heeft als je PSA laat nemen, wat de consequenties kunnen zijn met betrekking tot een biopsie, die pijnlijk kan zijn, die verwikkelingen kan hebben, en dat je eventueel kunt gevonden worden met prostaatkanker en dat we daar dan misschien iets voor gaan doen. De man moet dat weten vooraleer hij eigenlijk zijn PSA laat controleren. Maar dat moet georganiseerd en population-based zijn. En dan gaan we kijken aan de hand van die uitslagen wat dat er best gebeurt. En indien een man tussen de 50 en de 60 jaar een PSA heeft die kleiner is dan 1,
dan moeten we daar geen biopsie bij nemen, dan moeten we daar niet verder onderzoek bij gaan doen, dan gaan we die gewoon zijn PSA opnieuw laten controleren na een aantal jaren. Is die PSA hoger dan 3, dan gaan we wel gaan nadenken, is dat nu iemand die een kans heeft om een gevaarlijke prostaattumor te hebben of niet? Is dat hetzelfde bij mannen tussen de 60 en de 70? Maar uiteraard, als je 70 jaar bent en je PSA is lager dan 1, stop dan met PSA-testen. Dus we gaan een aantal PSA-testen uit de kost van prostaatkanker wegnemen en de mensen ontraden om die halfjaarlijkse of jaarlijkse PSA's te doen, zoals het nu spijtig genoeg zo dikwijls gebeurt. Maar als uw PSA hoger is dan 3, gaan we ook nog niet meteen gaan biopsiëren. Zoals het vroeger gebeurde. Nee, een abnormaal PSA is niet gelijk aan een biopsie. Er zijn risicowijzers. En ik heb ze hier opgesomd. Als u gewoon intipt op Google risico prostaatkanker, dan komt je meteen op een van de sites terecht, waarbij dat je aan de hand van uw familiale geschiedenis, van uw ras, we weten dat Afrikaanse Amerikanen meer kans hebben op gevaarlijke tumoren, aan de hand van de grootte van uw prostaat, aan de hand van is uw vader of uw onkel prostaatkankerpatiënt geweest, gaat je kunnen een risicoscore geven en zeggen, ik heb een laag risico om prostaatkanker te hebben en dan gaan we natuurlijk geen biopsie nemen en gaan we gewoon klinische follow-up doen. Dat wil zeggen, controle PSA binnen een jaar en kijken, loopt hij verder op, gaan we misschien opnieuw moeten dat risico berekenen. En alleen bij de hoogrisicopatiënten gaan we dan een bijkomend onderzoek moeten doen. En daarvoor is uiteraard een financiering nodig, want dat komt dus op, dat is nucleaire magnetische resonantie, MRI, Magnetic Resonance Imaging. Maar waarom gaat dat ons de mogelijkheid geven? En dat is de belangrijkste tool die dat we hebben om alles wat we vroeger verkeerd gedaan hebben te verbeteren. Die MRI gaat ons zeggen, dat is een PIRAS 1 en 2, en ik wil dat niet verder uitleggen, maar dat is een laag risico, dat is geen tumor. En die gaan we gewoon opvolgen als een laag risico. Is dat een 4-5, dan heeft die bijna zeker kanker en die gaan we biopsiëren. En als we die biopsiëren, dan heeft die een nieuwe risico-evaluatie, maar dan die biopsies die gaan aantonen dat hij ofwel een relatief goede tumor heeft, waarvoor dat we actief gaan opvolgen. Dus we gaan niet al die tumoren meer behandelen zoals we dat vroeger deden, maar actieve opvolging geven. Een aantal gaat geen kanker hebben en gaat gewoon opgevolgd worden. En een aantal gaat een gevaarlijke tumor hebben. En tenslotte gaat je van de 100% mensen die hier een NMR hebben, dat al een filtering is van de ganse groep van gezonde mannen, bij manier van spreken, gaat je ongeveer een 25% op den duur moeten een behandeling aanbieden. Wat is het resultaat? Wat is de kost? PSA kost 10 euro, wordt in België niet eens terugbetaald, tenzij dat je familiaal zwaar belast bent. Multiparametrische MRI, de NMR, zoals ik net zeg, kost 136 euro. We gaan die kost goedkoper maken, omdat de biparametrische NMR maar de helft kost, ook maar de helft van de tijd vraagt, zodanig dat we veel meer NMR's kunnen doen dan dat we dat op dit ogenblik doen. En de behandeling kost, zoals ik gezegd heb, 10.000 euro. En wat besparen we? We gaan veel minder biopsies nemen, omdat we de mensen risico's stratificeren. We gaan minder verwikkelingen hebben van de biopsies. We hebben minder overdiagnose. We vermijden overbehandeling. We hebben geen dure behandeling meer nodig van gevorderde ziekte, want we hebben ze genezen. We hebben minder sterfgevallen. De mensen gaan langer aan het werk kunnen blijven. Dat is een heel grote groep van professioneel actieve mannen die sterven van prostaatkanker, die dus verder gaan opbrengen voor de staat. En tenslotte is er een veel betere kwaliteit van leven. En dat laat ik uiteraard aan André Deschamps om dit later toe te lichten. Hoe zwaar dat de behandeling van gevorderde prostaatkanker impacteert op de levenskwaliteit. En op deze dia, en dat is misschien moeilijk te zien, ziet je dat er dus een hele groep van mensen is die niet behandeld wordt, die niet gebiopsieerd wordt, daar waar dat vroeger wel zo was. Dus het is niet meer zoals het was. En aan alle mensen die hier vandaag meeluisteren, we hebben dermate vooruitgang gemaakt dat we de nadelen die ons altijd aangesmeerd worden, dat we overbehandelen en overdiagnosticeren, dat we dat uit de weg kunnen gaan en gemakkelijk oplossen. En tenslotte zijn er heel veel patiënten die nooit voor verdere onderzoeken of agressieve behandelingen in aanmerking komen. Dus wat hebben wij aangeraden aan het European Beat Cancer Plan? U weet dat Ursula von der Leyen
kanker in het algemeen in de Europese Unie eigenlijk drastisch willen verminderen. Hoe kun je dat doen als je niet iets voor prostaatkanker onderneemt dat de tweede meest dodelijke kanker van de man is? Gebruik PSA zoals het hoort. Stop de opportunistische screening zoals er vandaag gebeurt. De man gaat naar de huisdokter en vraagt dat er een PSA gebeurt. En als de huisarts dan al wel wil een PSA nemen en die PSA is afwijkend, krijgt hij een biopsie, wordt er misschien een tumor gevonden dat je beter niet geweten had en gaat hem dus de nadelen hebben van een behandeling die hij niet nodig had. Goed geïnformeerde mannen. 45 jaar in de risicogroepen, 50 jaar. En niet tot 70 jaar, maar tot een man 10 jaar levensverwachting heeft. Gebruik die risicowijzers, leeftijdsgebonden PSA, prostaatvolume en MRI is natuurlijk noodzakelijk. Biopsieer alleen de mannen die een significante kanker zouden kunnen hebben. Behandel met radicale prostatectomie, met chirurgie of met bestraling. Degene die van prostaatkanker zouden kunnen sterven. Maar pas actieve opvolging door voor bij lage en intermediaire risico's. En dat is meer dan een kwart van de prostaatkankerpatiënten vandaag. Daardoor verminder je de kost van prostaatkanker, je vermindert de sterfte en je verbetert de levenskwaliteit. Dus om mijn laatste slide, als de Europese Commissie, het Beat Cancer Plan, het echt menen dat ze prostaatkanker willen kloppen, dan moeten we onze mannen informeren. De man vandaag, de Vlaming, moet weten, als je niet van prostaatkanker wilt sterven, dan kun je dat. Ik kan het niet voorkomen dat je het krijgt, maar ik kan wel voorkomen dat je ervan doodgaat. En daarvoor moet je gewoon het algoritme dat we voorstellen, dat kostenbesparend gaat zijn, invullen. Dus wij zijn niet voor een niet geïnformeerde massascreening met PSA en biopsie, zoals het beter vroeger gebeurde. Dus vroege opsporing van prostaatkanker moet toegevoegd worden in het Europees Beat Cancer Plan. En dat is mijn actuele doelstelling van ons, onze vereniging en mijn collega's. Ik dank u voor uw aandacht. Dankjewel voor deze interessante uiteenzetting. En dan geef ik nu het woord aan de volgende spreker. Ik weet niet wie nu het woord zal nemen. Gert? Ja. Goedemorgen. De Meerleer, aan u het woord, ja. Dank u vriendelijk. Goedemorgen allemaal. Het is ook voor mij een grote eer om hier de logica zelf te komen verdedigen. Ik wens ook professor Van Poppel te bedanken voor zijn uiteenzetting. En wat heel belangrijk was, is dat professor Van Poppel wel heeft op gewezen dat het woord prostaatkanker in feite niet bestaat. Prostaatkanker is een zeer, wat men noemt, heterogene groep van ziektes, waarbij dat je varieert tot een onschuldige, niet te behandelen of niet nodig te behandelen tumor, tot een zeer, zeer dodelijke tumor. Dus feitelijk zouden we dat niet meer mogen gebruiken en zouden we meer moeten gebruiken laag risico, intermediair risico en hoog risico prostaatkanker. Ik zelf ben momenteel werkzaam als kliniekhoofd radiotherapie-oncologie in UZ Leuven en mijn interesse en specialiteit zijn urologische tumoren en door de hoge incidentie van prostaatkanker zijn natuurlijk de grote meerderheid van onze patiënten prostaatkankerpatiënten. Ik ben ook voorzitter van de BRAVO, dat is de Belgian Radiotherapy Awareness and Visibility Organization, een organisatie die het belang van de radiotherapie bij tal van tumoren wil stimuleren, omdat wij nog steeds over een zeer klein budget beschikken in kankergeneeskunde in ons land. En ik ben ook samen met tal van andere collega's, daar kom ik straks op terug, lid van het college van oncologie en specifiek daarin ook prostaatkanker. De eerste slide die ik u wil tonen, de volgende slide alsjeblieft, is een slide die ik gekregen heb van Erik Briers, een goede vriend en medewerker in de strijd tegen prostaatkanker. Die toont dat in 2010, en ik heb het met een rode cirkel omcirkeld, dat er, als je de rode curve bekijkt, een enorme drop komt in aantal PSA-tests. En 2010 is namelijk het jaar dat door de, laat ons zeggen, mensen die tegen PSA-testing waren, een zeer actieve campagne is gevoerd om dat te stoppen. En je ziet als resultaat een enorme drop
en het aantal PSA-tests, dat over de laatste jaren min of meer is stabiel gebleven. Het laatste jaar tussen 2019 en 2020, en dat is de tweede rode cirkel die u ziet op het einde van de curve, is er een drop terug, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met de COVID-pandemie. Dus je ziet dat sinds de laatste 10 jaar de PSA-tests in ons land dramatisch zijn gezakt. En maar dramatisch bedoel ik teruggevallen op ongeveer 1/3. Volgende dia, alsjeblieft. Nu, de volgende dia die toont, er werd gezegd van ja, je moet enkel PSA-testen doen in België bij mannen met risicofactoren. Dat zijn dan voornamelijk mannen die in de familie prostaatkanker hebben gehad. Ik ga er niet in detail over uitweiden, maar het gaat over bijvoorbeeld een vader die op jonge leeftijd prostaatkanker hebt gehad. Daar mag je het wel nog doen. En dan zie je inderdaad dat die mensen nog vrij frequent worden getest. Dus tot daartoe het goede nieuws. Maar zoals professor Van Poppel zeer duidelijk heeft gesteld, er zijn veel mannen zonder risicofactoren die ook nog kunnen doodgaan aan prostaatkanker. En die riskeren we hier wel te missen door de toch wel zeer actieve anti-PSA-testing campagnes die er zijn geweest. Volgende slide, alsjeblieft. Dit is voor mij een van de meer, en nogmaals dank u Erik voor deze slide, een van de meest dramatische slides. Dit zijn patiënten die gediagnosticeerd zijn geweest met prostaatkanker, daarvoor zijn voor behandeld, en dan uiteraard is PSA een bijzonder goede tool om te kijken of de ziekte definitief is genezen. En ik kan u zeggen, voor de mensen die niet in de dagdagelijkse kankergeneeskunde zitten, dat u bent definitief genezen van prostaatkanker, meneer, een enorme mentale boost geeft. En heel wat anders is dan te zeggen, u heeft wel uitzaaiingen, maar u zal misschien niet sterven van prostaatkanker. Definitief genezing is nog steeds de hoeksteen van kankerbehandeling. En zoals in alle kankers geldt, hoe vroeger men erbij is, hoe beter. En daarom zijn dit toch vrij verontrustende cijfers dat het opvolgen van gekende prostaatkankerpatiënten met PSA sinds de actieve anti-PSA-campagne ook ongeveer gehalveerd is. Dit is echt geen goed nieuws, om de simpele reden dat we ook weten dat als we een PSA-herval hebben, en dan is Vlaanderen opnieuw wereldwijd een pionier geweest, en we vinden mensen met beperkte uitzaaiing dat die nog steeds kunnen genezen en nog steeds kunnen lang van de heel zware systemische therapieën blijven. Maar daarvoor moet je natuurlijk PSA's kunnen testen. En als je dan ziet dat de overheid heeft beslist dat er maar 2 PSA-tests per jaar kunnen gebeuren bij deze patiënten, dan stemt ons dat als specialisten ter zake toch wel ongerust, omdat we daardoor waarschijnlijk mannen niet kunnen gaan opsporen die door middel van een agressieve aanpak van metastatische ziekte toch terug kans op genezing hebben. De volgende slide, alsjeblieft. Nu, wordt altijd gezegd prostaatkanker, en ik vind het werkelijk een boutade die niet meer zou mogen. Prostaatkanker is een ziekte van de oudere man. Ja, als je deze curves bekijkt, kan je zeggen wel. Maar ik kan u zeggen dat een man van minder dan 65 jaar zich momenteel niet meer oud voelt. Integendeel, die zijn vaak gezonder dan mensen van 55. En als je kijkt naar de cijfers van 2019 in ons land, dan zie je dat nog altijd meer dan 3000 mannen onder de leeftijd van 65 gediagnosticeerd worden met de prostaatkanker die ertoe doet. Even voor jullie een idee te geven, dat is 10 per dag. Ik ben vanmorgen opgestaan om 6 uur. Het is nu ongeveer 9:30. Dus dat betekent dat er nu al 1 of 2 mannen onder de leeftijd van 65 een diagnose van prostaatkanker hebt gehad. U kan dat weinig vinden. Wij vinden dat nog altijd substantieel veel. Dus de boutade dat het enkel oude mannen zijn die prostaatkanker krijgen, die klopt absoluut niet. En zou ook, vind ik, niet te veel meer moeten gecommuniceerd worden. Volgende slide. Hier ziet u de radicale prostatectomie. Nu, ik ga u vragen, u hoeft niks te doen, maar dit is een belangrijke slide waar we ook al wat discussie hebben over gehad, maar ik wil vooral de aandacht vestigen op de laatste balk, dat is 2019. En u ziet hier sinds 2006 de evolutie van het aantal diagnosen, dat is iets gestegen, maar niet zo heel veel. Het aantal chirurgieën of radicale prostatectomieën is op zijn minst stabiel gebleven, en toont de laatste jaren absoluut een stabiele trend, zelfs een lichte daling van 2018 tot 2019. Dat betekent dus dat ondanks het feit dat er meer diagnosen worden gesteld, van 9000 in 2006 tot iets meer dan 10.000 nu, dat onze collega's urologen absoluut niet geneigd zijn om veel meer operaties te gaan doen. En dat is logisch, want zoals professor Van Poppel heeft gezegd, zij gaan pas tumoren die er niet toe doen,
laag-risicotumoren, laag-intermediair risicotumoren gewoon niet meer behandelen. Dus actieve opvolging is hier waarschijnlijk een reden van dat het aantal prostatectomieën niet mee is gestegen met de lichte toename van prostaatkankers over de jaren heen. Volgende slide, alsjeblieft. Jammer genoeg, en dat is een slide die pijn doet, hè, als kankerspecialist, die doet gewoon pijn, dat sinds 2010 en het actief afraden van PSA-testing, moet eens kijken naar de mortaliteit, van 1400 naar bijna 1600 2018. Ik wil er even terug op zeggen, soms zagen die cijfers niet veel, dat zijn 4 tot 5 patiënten per dag die overlijden aan prostaatkanker, waarvan wij denken dat we waarschijnlijk er 1 of 2 definitief hadden kunnen redden, indien zij vroeger waren gediagnosticeerd. En u kan zeggen, 4 tot 5 per dag, is dat veel? Wel, dat is om de 4 uur iemand. Dus als we hier tot 12 uur zitten, zal in de tijd dat wij hier zitten, 1 iemand gestorven zijn van prostaatkanker. Ik vind dit in een topland, waar top wetenschap gebeurt en er top urologen, radiotherapeuten, oncologen en ook beeldvormers en patiëntenorganisaties zijn, heel triestig om te zien en dit moet echt veranderen. En daar kunnen wij samen iets aan doen als we tenminste de adviezen van professor Van Poppel en de EAU zouden willen volgen. De volgende slide, alsjeblieft. Nu, wij hebben niet zo lang geleden op vraag van het College van Oncologie, onder het voorzitterschap van professor Roemegeire, die een uroloog is en een top-expert is, hebben wij een nationaal expertenteam opgesteld. Wel, we zijn uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En u ziet dat de verschillende organisaties zeer goed zijn vertegenwoordigd. Hè. Dus echt een multidisciplinair team, waarbij ik in schuin en zwart en onderlijnd de mensen hebben gezet die het meest betrokken zijn bij early prostate detection. En uiteraard zijn dat de urologen, waarbij we met Karel de Kaastekker, uiteraard Hein van Poppel en Julien van Damme, drie experten hebben. Pathologen hebben we er twee. En dan professor De Hertog en mezelf zijn de radiotherapeut-oncologen hierin vertegenwoordigd. En professor Ooyen is de collega die zich bezighoudt met de beeldvorming. Dus een zeer breed gedragen multidisciplinair panel die al een drie keer heeft uiteraard via Zoom heeft vergaderd. Volgende dia, alsjeblieft. En wij hebben unaniem, en dat zijn allemaal specialisten ter zake, beste mensen, unaniem de EAU-consensus overgenomen, omdat die zo klaar en duidelijk is en zo gebaseerd is op topwetenschap. Mannen van boven de 50 jaar of meer dan 45 jaar met een historiek van prostaatkanker in de familie, of mensen met Afrikaanse origine, of BRCA2-carriers, het Angelina Jolie-gen, zoals u wel kent, die kunnen getest worden, mits uiteraard ze goed worden geïnformeerd. Ik kom daar straks nog even op terug. En de eindboodschap is een heel klare boodschap. Wij kunnen voorkomen dat u doodgaat van prostaatkanker. En beste mensen die aan het luisteren zijn, doodgaan van prostaatkanker, dat is in het Engels het woord agony. Dat is verschrikkelijk. Dat is pijnlijk. Dat gaat gepaard met vaak urinaire problemen, met bloedplassen, met tekort aan rode bloedcellen. Dat is echt agony. En agony is een term uit het Engels die echt een zeer zware doodstrijd betekent. Dit is hetzelfde dan op je 85 jaar plots een hartstilstand krijgen. Hè. Dit is veel, veel erger. En als wij door het niet testen van PSA dit niet naar beneden krijgen, vind ik persoonlijk dat wij als land of als Vlaanderen falen. De volgende slide, alsjeblieft. Dit is wat we overgenomen hebben van het EAU-team onder leiding van professor Van Poppel, en dat zegt in feite hetzelfde. En wat dat in feite zegt, als je naar de groene vakjes kijkt, is dat niet iedereen die PSA-test krijgt, überhaupt moet behandeld worden. Integendeel, door het testen van PSA zul je heel wat mannen kunnen geruststellen van, u hoeft niet meer terug te komen. U bent 63 jaar, PSA is 0,4, u hoeft nooit meer terug te komen. Weet u welke besparing dit voor onze maatschappij oplevert? Zelfs als u een PSA hebt van 2 op de leeftijd van 64, komt u rustig terug 3 jaar later, en dat zien we wel, hè, dat kost ongeveer 10 euro. Dat is een enorme kostzever. Vandaar dat wat professor Van Poppel heeft gezegd, zo belangrijk is, de heterogeniteit van die tumoren komt hierdoor aan het licht. Wij moeten de gevaarlijke tumoren opsporen, en geloof mij vrij, dat doen we. We houden ons niet meer bezig met low risk en low intermediate risk. Hè? Want die moeten we niet behandelen. Dus alsjeblieft, het woord prostaatkanker, dat is een veel te brede term om ons punt te maken. Volgende dia, alsjeblieft.
Nu, dit is een dia waar we over gediscuteerd hebben. Eerst en vooral, het gaat niet tot 2019 onderaan, maar tot 2018. Het was inderdaad een stijging van het aantal prostatectomieën. Maar hier heb ik als slidetherapeut, oncoloog, altijd een probleem mee met dergelijke slides. Er zijn drie grote behandelingen voor primair niet-gemetastaseerde prostaatcarcinoom, waarvoor prostatectomie absoluut een zeer, zeer waardevolle behandeling is. Mocht ik op mijn jonge leeftijd prostaatkanker hebben, Hein, je weet dat ik mij ook zou laten opereren, alhoewel dat ik bestralingsdeskundige ben. Wat in deze slide echter niet naar voren komt, en dat is toch een oproep aan de beleidsmakers en aan de mensen die statistiek doen, is dat er niks staat over het aantal radiotherapiepatiënten op dat jaar. Of de brachy- of inwendige therapiepatiënten op dit jaar. Het is namelijk zo dat behandeling voor prostaatkanker met chirurgie of een van die vormen met moderne radiotherapie na 10, 15 jaar min of meer dezelfde outcome heeft. Dus als deze toename van prostatectomieën gepaard gaat met een daling van de bestraling of inwendige bestralingspatiënten, dan zag deze slide in feite niet. Verder zou er moeten een nieuwe statistiek gebeuren waarop gezegd wordt, zijn er effectief meer behandelingen voor prostaatkanker. En dat is de reden, André en Hein, dat ik deze slide wou tonen. We moeten naar een multidisciplinaire adviezen gaan en niet alleen over prostatectomieën praten, want misschien gaan we anders in ons eigen voet schieten als je die slide ziet. De volgende slide. Nu, als je een vroegtijdige prostaatkanker detecteert en er is curatieve behandeling nodig, dan is radicale prostatectomie, je ziet hier op de bovenste figuur de robotgeassisteerde prostatectomie, een werkelijk uitstekende behandeling. En ik kan u zeggen, de bijwerkingen waar soms enorm zwaar over gepraat wordt, die zijn veel, veel lager dan vroeger. Patiënten zijn op, denk ik, 72 uur maximaal thuis. Dus de hospitalisatietijd is duurder, kost veel minder aan de maatschappij. De incontinentie, waar we soms de meest morbide verhalen over horen door collega's die tegen PSA-detectie zijn, de absolute meerderheid heeft nauwelijks last van incontinentie na 1 jaar. Dus minder dan 5% die zware incontinentie heeft. Moderne radiotherapie, zoals u in de onderste figuur ziet, met IMRT of ARC-therapie, is nog in niets te vergelijken met de radiotherapie van 20 jaar terug. Dus als men spreekt over bijwerkingen van radiotherapie, zeker als er mensen zijn die tegen vroegtijdige behandeling zouden zijn bij vroegtijdige opsporing, alsjeblieft zeg dan tenminste welke radiotherapie dat je bedoelt. Ernstige bijwerkingen van moderne radiotherapie ziet men in minder dan 3% van de patiënten als je dit primair kunt doen. Dat is echt weinig. En ik kan u zeggen, lieve mensen, en ook aan alle patiënten, de bijwerkingen van een niet behandelde lokale tumor die aan het groeien is, zijn altijd, maar dan ook altijd veel zwaarder dan van een behandelende tumor. Het zijn met bestraling, het zijn met chirurgie. Nu, als we later gaan, patiënt is dus, de volgende slide alsjeblieft, patiënt is dus niet vroeg gedetecteerd en te laat of laat, dan is er nog altijd een curatieve behandeling mogelijk, hè? Snap ons niet verkeerd. En die begint vaak met heelkunde, maar ja, dan moet men ook de klieren mee uithalen en dan gaat men bijvoorbeeld niet meer zenuwsparend kunnen werken. Dan is de kans, en dat is de middelfiguur, dat je moet nabestraald worden nadat dat prostaat verwijderd is, veel hoger. En dan komen er wel problemen, want de blaas wordt naar beneden getrokken en de plasbuis wordt feitelijk terug aan elkaar gehecht. En net op die plaats zien we de meeste hervallen. En die bestraling kan dan wel aanleiding geven tot bloedplassen in ongeveer 10-15%. En ook zeer vervelend tot een vernauwing van die nieuwe plasbuis in ongeveer 1 op 10. En dat zijn vervelende bijwerkingen die we nauwelijks zien bij patiënten die vroegtijdig zijn behandeld als de behandeling nodig was. En dan de derde, de onderste, is wat professor Van Poppel ook al heeft aangehaald, is de noodzaak tot hormoontherapie of scheikundige, het is niet zo'n mooi woord, scheikundige castratie. En als patiënten in een te laat gedetecteerde tumor zitten en dus bijvoorbeeld al geavanceerd zijn of vergevorderd zijn, dan moet je dat ook voor 2 jaar geven. Ik kan u zeggen, de levenskwaliteit die schiet achteruit. Ik ga je straks wat voorbeelden tonen. Er zijn data dat risico op osteoporose stijgt. Warmteopwallingen, verlies aan libido en verlies aan potentie. Verhoogde kans op Alzheimer, verhoogde kans op dementie. Andere zoals het metabool syndroom X, ik kom er straks op terug. Ook niet onderschatten, gewichtstoename enzovoort. Dat is een vrij toxische behandeling die de levenskwaliteit enorm, enorm doet dalen. En natuurlijk de maatschappij ook geld kost. Dus als je zegt van ja, een patiënt moet maar bij mij komen als hij klachten heeft van zijn prostaatkanker, dan veroordeel je hem, veroordeel je patiënt tot die hormonen. En ik volg ongeveer 4000 mensen op en die zeggen, mocht ik het opnieuw weten, nooit meer. Dus zo toxisch is dat. Dus als mensen ons
niet zijn voor die vroegtijdige detectie, even goede vrienden, maar wees dan eerlijk tegen uw patiënt dat elke bijwerking voor die tumor veel meer bijwerkingen zal hebben en dat een tumor die lokaal niet geneest ook veel meer bijwerkingen heeft dan gelijk welke therapie. Volgende dia, alsjeblieft. Ik ga u twee patiënten tonen. Dit is Fons. Fons is 58 jaar en gaat bij zijn huisarts, omdat hij op het hoofdtoernooi professor Van Poppel heeft ontmoet. En hij zegt, ik ga mijn tonneke laten testen. PSA is 1,9. Huisarts zegt, bon, er moet niks gebeuren. Het valt nog binnen normale normen. Normale norm op die leeftijd is ongeveer 3,5. Je kunt daarover wat discussiëren, maar bon, 3,5 zal er niet ver naast zijn. Twee jaar later komt hem terug. PSA is 2,9 en dan na 4 jaar is zijn PSA plots 5,7. Hij krijgt een moderne MRI die een agressieve tumor toont. Dat kun je dus zien op MRI. En het APO toont ook een agressieve tumor. Groep 3, dat zijn nu eenmaal de agressieve tumoren. De man krijgt een succesvolle operatie. Is volledig eruit, snijranden zijn negatief, zit niet door kapsel, dus heel content. Wordt dan voor heel lange tijd gevolgd, tot zijn 78 jaar. Hij is genezen, hij is doodcontent. Zijn PSA blijft ondetecteerbaar, dus die man heeft mentaal een boost alle keren. Af en toe als hij zwaar is gaan golven, verliest hij een druppelje urine. Nu, ik denk dat ook niet bestraalde of niet geopereerde mannen dat soms is verliezen bij het zware golven. Hij stipuleert zijn quality of life, zijn levenskwaliteit als excellent. En heeft een jonge vriendin en zijn seksleven is nog oké. En op zijn 80 jaar, na meer dan 22 jaar follow-up, sterft de man aan een acute hartstilstand op het golfterrein. Zijn overbuur, de Frans, volgende slide alsjeblieft, die heeft een huisarts gehad die zegt, je moet dat allemaal niet doen. En die is tot zijn 63 jaar in perfecte conditie. Op 64 jaar heeft hij toch wat plasproblemen, 's nachts moet hij 4 keer opstaan en de straal is duidelijk minder, heeft dus een harde prostaat bij rectaal onderzoek. Zijn PSA is 57, daar waar het ongeveer 4 zou moeten zijn. Hij heeft een zeer slechte tumor, heeft grote klieren op de scan en heeft een grote tumor. Men beslist in het universitair ziekenhuis om hem toch te opereren. De prostaat gaat eruit zeer radicaal, dus geen zenuwsparing. De klieren gaan eruit. De tumor is doorheen het kapsel gegroeid. De snijranden zijn positief en de tumor zit ook in de klieren. Een klein jaar later, op de leeftijd van 65, krijgt hij salvagebestraling. Dat betekent dat het PSA was opgelopen tot 0,34. En dat is de enigste kans dan nog om die man te genezen. Nu ben je met positieve klieren. Oké, ze kunnen nog 15 jaar leven, daar gaat het niet over. Maar het gaat over definitieve genezing. Ja, dat betekent, je gaat nooit in je leven nog behandeling nodig hebben voor prostaatkanker. Is hij genezen, is die kans klein bij iemand met zo'n zware tumor. Goed, dat PSA blijft dan toch door de castratie onmeetbaar, maar hij voelt zich niet goed. Hè. Hij zegt dat zijn levenskwaliteit niet goed is, want hij verliest urine door de zware chirurgie en de bestraling. Zijn straal is nog altijd goed door een beginnende vernauwing van zijn plasbuis. Een volgende dia, alsjeblieft. En dan komt het, plots bij zijn PSA na 11 jaar na het initiële verhaal en ongeveer 4,5 jaar na de operatie op te nemen en men vindt uitzijgen in het bot. De man krijgt dus het verdict, noem ik dat. Het verdict. Voilà, vanaf nu gaat je dus scheikundig gecastreerd worden. Daaronder wordt hij depressief. Zijn moed gaat enorm achteruit. Zijn dynamiek om dingen te doen valt weg. Je ziet daar de Michelangelo van David aan de linkerkant. Dit is de Michelangelo van David na castratie. Je krijgt dus een duidelijke toename van je buikvet. Je krijgt mogelijk ook borsten. Je gewicht gaat enorm toenemen. Je krijgt het metabool syndroom X met suikerproblemen, cholesterolproblemen enzovoort. Dan vijf, zes jaar later is PSA terug aan het oplopen, ondanks de zware behandeling met castratie. Er worden nieuwe uitzendingen gevonden en de meneer krijgt nieuwe hormoontherapie. Arato van, hou u vast, €3.400 per maand. Ja. Hieronder is zijn PSA een tijdje stabiel, maar hij heeft een slechte levenskwaliteit. Hij is door de hormoontherapie zeer moe en hij krijgt ook wat zwelling in de enkels of udeem genoemd. De man heeft dan een tijdje succes, maar moet dan toch met chemotherapie starten omwille van nieuwe metastasen. Wordt een paar keer opgenomen omwille van een ontsteking in het bloed, door het feit dat zijn witte bloedcellen niet meer voldoende functioneren door de chemotherapie en daardoor moet hij opgenomen worden. Hij proeft zijn eten niet meer en hij dacht, ik heb een slechte levenskwaliteit. En hij sterft op dezelfde dag als zijn overbuur. In agony, extreme pijn, hij moet gesedeerd worden en hij sterft zonder dat hij zijn familie nog herkent.
Het geld dat aan deze man is uitgegeven om hem op dezelfde dag te laten overlijden dan aan zijn overbuur Fons, die het fantastisch heeft gedaan, dit geld loopt in de grootorde van 100.000 euro's. Professor Van Poppel heeft het perfect uitgerekend. Ik kan u zeggen dat we dit geld veel beter zouden geven aan de stichting van Kom op tegen kanker om het wetenschappelijk onderzoek rond prostaatkanker verder uit te breiden in plaats van deze mensen deze problematiek te moeten aandoen. En nu komen we tot een slide, de volgende slide alsjeblieft. Valassi, ik noem dat het overall mortality dogma, OMD, een bekende band uit de jaren 80. Is algemene overleving werkelijk waar we moeten naar kijken? Meer en meer in de kankergeneeskunde zegt men nee, stop daarmee. Het gaat over levenskwaliteit, dat is veel belangrijk. Dus dat overall mortality dogma moet stoppen, want kijk naar de volgende slide. Tegenstanders van early PSA detection of prostate cancer detection gaan zeggen, zie je wel, die vroegtijdige detectie, die doet helemaal niks aan de overleving. Ze hebben misschien gelijk. Maar ik heb twee vragen om af te sluiten voor iedereen hier in de zaal en ook de mensen die meeluisteren. Wat denk je, wie dat er enorm veel geld gaat gekost hebben aan zijn maatschappij? Patiënt 1 of patiënt 2? En als je als man moet kiezen welke patiënt je liefst zou zijn, je leeft geen dag langer, hè. Wees eerlijk en laat ons weten, zou je liefst patiënt 1 zijn, die vroegtijdig is gediagnosticeerd, geopereerd is, weinig last heeft gehad, weinig heeft gekost aan de maatschappij en doodvalt op zijn 80 aan een hartstilstand op het golfterrein? Of zou liever patiënt 2 zijn, die inderdaad nog 4 jaar zonder therapie is geweest en daarna van de regenende drop is gesukkeld om op dezelfde dag te overlijden, in verschrikkelijke pijn. En geloof mij vrij, beste mensen, dit is niet uit mijn duim gezogen, zoals dat heet. Dit is de keiharde realiteit waar wij in ziekenhuizen elke dag mee worden geconfronteerd. Waar we soms niet van slapen dat patiënten doodgaan aan prostaatkanker, waarvan wij weten, hadden ze vroeger gekomen, hadden ze genezen geweest en hadden ze nooit nog problemen gehad van prostaatkanker. Ik dank u vriendelijk. Dank u wel, professor, voor ook deze heel interessante uiteenzetting. En dan geef ik nu graag het woord aan meneer André Deschamps, voorzitter van Europa WOMO, en wij ook. Meneer Deschamps. Goedemorgen allemaal, bedankt dat ik hier mag spreken. We hebben mijn spreekbeurt bewust tot het laatst gelaten, omdat ik even ga proberen te vertellen hoe patiënten denken over prostaatkanker en over de behandelingen die ze krijgen. Ik zelf ben een prostaatkanker survivor. Ik ben een van de gelukkigen die 20 jaar geleden geopereerd is. Ik zeg niet met geen negatieve gevolgen, maar ik leef nog wel en ik heb een behoorlijke kwaliteit van leven. Wat is mijn motivatie om dit te doen en om hier te zijn? Wel, prostaatkanker is nog altijd een taboe. En patiënten weten nog altijd niet, of mannen weten nog vaak niet, dat ze een prostaat hebben. Dat is wat wij alle dagen horen wanneer patiënten bij ons komen. Hadden we toch maar vroeger geweten dat we aan onze prostaat zo'n problemen konden krijgen, dan hadden we wat anders gedaan. Nu, waar ik vandaag even wil doorlopen, is het wat we noemen het EUPROMS-onderzoek. En dat is de eerste enquête over de kwaliteit van leven die prostaatkankerpatiënten zelf gedaan hebben. En uiteraard tot baat van de patiënten zelf. En dat ze weten wat hun eventueel te wachten staat of hoe hun kwaliteit van leven kan zijn. Wat hebben we met Europa WOMO? Dat is de Europese Vereniging voor Prostaatkankerpatiënten die leden heeft in 27 landen, waaronder België, ook wij ook, en Think Blue. We hebben een enquête gedaan, volgende slide graag, die 20 minuten duurde voor mannen uiteraard die behandeld zijn voor prostaatkanker. Die hebben we in 19 talen vertaald, omdat de patiënt in zijn eigen taal zou kunnen vertellen hoe hij zich voelt en wat zijn kwaliteit van leven is. En we hebben daarbij gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten, ik ga daar niet verder op in, maar die ook in klinische studies gebruikt worden, zodanig dat er een eventuele vergelijking kon plaatsvinden. En uiteraard waren de antwoorden anoniem. Op het ogenblik dat de man de enquête beëindigt, weten we niet meer wie hij is, maar wel zijn antwoorden. Als je naar de geografische spreiding kijkt, en dit is in dit thema toch wel belangrijk, hebben wij 3000 antwoorden gekregen van 25 landen.
En wat betekent 3000 antwoorden? Het aantal patiënten van prostaatkanker in Europa wordt geschat op 2,5 miljoen. Dus 1 op de 1000 patiënten heeft zich de moeite genomen om te antwoorden. En niet onbelangrijk, in België waren dat er 339. Dat betekent dat meer dan 10% van de antwoorden uit België kwam. Ik heb ook voor ik deze studie hier presenteer, gevraagd aan de onderzoekers die de analyse voor ons gedaan hebben, zou dat nu een verschil maken als ik de Belgische cohorten apart neem en kijk of daar wat anders uit zou komen? En ze hebben me verzekerd dat dat niet het geval is. Ik bedoel, vermits België 10% uitmaakt van de antwoorden die gegeven zijn, mogen wij de resultaten van het geheel zonder meer toepassen op Belgische patiënten. Als ik naar het profiel kijk van de mensen die geantwoord hebben, dan komt daar meteen uit wat Gert Weerleer ook al gezegd heeft. Het is geen ziekte van oude mannen. In de mensen die hier geantwoord hebben, is de helft van de patiënten die gediagnosticeerd waren, is gediagnosticeerd voor ze 65 waren. Wat ook belangrijk is om te weten, als we straks naar de resultaten kijken, is dat ongeveer 6 jaar na een diagnose gemiddeld gezien, heeft de man deze enquête beantwoord. Uiteraard, er zijn mannen die dat na een jaar gedaan hebben, er zijn mannen die dat na 12 jaar gedaan hebben, maar gemiddeld genomen zien we hier hoe een patiënt naar zijn levenskwaliteit kijkt, 6 jaar na zijn diagnose en na een eventuele behandeling. Als we naar het profiel kijken van degene die geantwoord hebben, dan zien we een lichte bias, een lichte stijging in de hoog opgeleide mensen. En dat is logisch wanneer je naar onderzoekers vraagt wie beantwoordt dat. Dat zijn uiteraard de mensen die meestal iets hoger opgeleid zijn. Maar belangrijk hier is ook om te stipuleren dat 92% van die patiënten nog een partner heeft met wie hij leeft. En je zult straks zien wanneer ik op de effecten van prostaatkanker in zal gaan, dat een partner minstens evenveel lijdt dan de patiënt. Want hij moet de patiënt verzorgen in het laatste stadium of wanneer uw seksleven of uw incontinentie aan bod komt, dan heeft de partner daar minstens evenveel last van. Als we kijken naar het behandelingsprofiel van de patiënten, wie heeft geantwoord en hoe zijn die dan behandeld, het is niet te verwonderen dat de meeste behandeld zijn met chirurgie, dat er een aantal behandeld zijn met radiotherapie. We hebben er ook resultaten voor degenen die in actieve opvolging zijn. Niet zoveel als de rest, omdat dat actieve opvolging pas recent eigenlijk een techniek is die gebruikt wordt om niet significante kankers op te volgen. En wanneer we naar de gecombineerde behandelingen kijken, dan is dat wat professor Van Poppel en de Merleer al gezegd heeft. Chirurgie gevolgd door bestraling of een hormoonbehandeling ofwel patiënten die eerst zijn opgevolgd en later blijken toch een curatieve behandeling te moeten hebben. De analyse van de data werd uitgevoerd door Monique Robol van Erasmus University in Rotterdam. Waarom? Omdat zij met haar onderzoekers, denk ik, de lead zijn van onderzoek in prostaatkanker. En we hebben haar dus gevraagd om ons te helpen om de resultaten te interpreteren. En niet onbelangrijk, denk ik, het is volgende slide graag, die je ziet hier dat de resultaten gepeer-reviewd zijn en dat we een publicatie hebben in Focus van de EAU, die dus erkend hebben dat de studie die wij hier gedaan hebben een goede studie is en dat we naar die resultaten mogen kijken. Dan wil ik even gaan naar wat zegt dat dan over de algemene kwaliteit van leven. Volgende slide graag.
Hoe kijken patiënten naar hun levenskwaliteit? Dan zien we dat 22% vindt dat ze een uitstekende levenskwaliteit heeft. Maar ook dat er 30% zijn die zelf hun levenskwaliteit als slecht beoordelen. Wat is het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven? Wel, het is niet te verwonderen, vermits de meeste, of 61% van de mensen die deelgenomen hebben aan dit onderzoek, dat die door chirurgie behandeld zijn, dat het seksueel functioneren als een van de elementen is die het zwaarst getroffen zijn en gevolgd door incontinentie. Dat is geen geheim, denk ik. Als je curatief gaat behandelen, en laten we hopen dat dat na de uiteenzetting die we hier vandaag doen alleen maar gebeurt wanneer het moet, maar daar kun je niet onderuit. Als je curatief gaat ingrijpen, dan is er een effect op jouw seksleven en op jouw incontinentie. Kijken we naar ongemakken, vermoeidheid en slapeloosheid, dan zie je daar eigenlijk telkens hetzelfde beeld. Ja? Wanneer je actief gaat opvolgen, is er geen effect of weinig effect. Bij de curatieve behandelingen, radicale prostatectomie en radiotherapie, is het effect klein. Maar wanneer je gaat naar de latere, wat wij noemen palliatieve behandelingen, want je geneest niet meer, ja, dan radiotherapie en ADT en chemotherapie, dan zie je dat die kwaliteit van leven drastisch daalt. En dat zie je voor pijn en ongemak, dat zie je voor vermoeidheid, ja, en dat zie je ook voor slapeloosheid. Daar kun je gewoon niet langs kijken. Dus wat professor de Merleer hier gezegd heeft, dat wanneer we in de latere stadia van behandeling zijn en palliatief moeten gaan behandelen, dat dat geen leuk leven is, dat wordt hier bevestigd. Nu, wanneer we naar de geestelijke gezondheid kijken, de volgende slide graag, en we kijken hoe groot is het effect van terugkerende prostaatkanker op de geestelijke gezondheid. Dat is toch wel belangrijk, denk ik, wanneer we in een stadium komen dat we niet definitief gaan genezen, maar dat we later behandeling moeten hebben. Dan zien we dat meer dan de helft van de mannen met een terugkerende kanker een 6 of hoger geven. Dat betekent een slechte geestelijke gezondheid. Ik zit daar wel echt mee in dat mijn kanker niet genezen is. En vandaar de boutade die ik net gehoord heb van we krijgen een boost als we curatief de boodschap krijgen dat we van die kanker af zijn. Deze slide bewijst dat dat zo is. Volgende slide. En die praat over depressie en gespannenheid en die toont eigenlijk hetzelfde beeld. 42% van de mannen zegt dat ze in enige mate gespannen of depressief zijn. Hier wil ik nog even aanhalen dat we de partners van die mannen spijtig genoeg niet bevraagd hebben. En waarom is dat? Omdat er geen vragenlijsten, geen gevalideerde vragenlijsten zijn. En ondertussen hebben we met Europa Homo het initiatief genomen om die gevalideerde vragenlijsten voor partners te laten maken. Want ik ben er zeker van, wanneer je deze slide aan partners zou vragen, dan zou dit beeld waarschijnlijk nog veel erger zijn. Nu, welke behandelingen houden verband met mentale gezondheidsproblemen? Opnieuw, ik herhaal mezelf, maar je ziet dus dat wanneer je in de palliatieve behandelingen zit, in de latere behandelingen, dat dit een drastische impact heeft op jouw mentale gezondheid. Oké. Laten we nu eens kijken naar het effect op het seksueel functioneren en op de incontinentie. Want curatieve behandelingen hebben natuurlijk ook een enorm groot effect. En hiervoor wil ik even zeggen dat we dit gemeten hebben met wat we noemen een EPIC-score. En de gemiddelde EPIC-score van mannen die niet behandeld zijn voor prostaatkanker of geen prostaatkanker hebben in die leeftijdsgroep
is 58. Dus als we naar actief opvolgen kijken, hebben wij wat dit aspect betreft geen effect op de man. We beïnvloeden zijn levenskwaliteit niet. Maar wanneer we natuurlijk een radicale prostatectomie gaan doen, dan zakt die levenskwaliteit duidelijk. Zeker wanneer we iets te laat zijn met behandelingen, en dat is vandaag al aangehaald, dus dat ga ik niet herhalen, dan is er een groot effect op de potentie. En wat we hier wel zien eigenlijk, en dat was een verwondering voor ons, omdat de wetenschappelijke literatuur dit niet altijd aanduidt, is dat wanneer je gaat bestralen, dat je nog een iets slechtere levenskwaliteit hebt wat het seksuele leven betreft, dan wanneer je radicale prostatectomie gaat zien. En wanneer je naar de details van de cijfers kijkt, heeft dat te maken met het feit dat het dat nog een orgasme kunnen hebben, dat is natuurlijk iets anders als als potent zijn, bij mannen met prostatectomie iets hoger ligt dan bij bestraling. We hebben daar geen verklaring voor, maar het is wel een constatatie. Nu, hoe groot vinden mannen dat probleem is? Wel, meer dan de helft van de mannen die zeggen dat het toch voor hen nog altijd een redelijk groot probleem is. En hier wil ik een ander aspect aanhalen. Dat is, wanneer wij behandeld hebben, zien wij als patiënten dat er veel te weinig begeleiding is in wat er nog kan gebeuren, hoe je nog seksueel actief kunt zijn na die ingreep. En dat is iets wat ik hier toch ook wil aankaarten. Laten we dan alsjeblieft, wanneer we die man behandeld hebben, ook hem de kans geven en de mogelijkheden geven en aanreiken hoe hij die effecten voor hemzelf en voor zijn partner kan verbeteren. Want dat gebeurt veel te weinig. Nu, hoe scoren mannen hun huidig vermogen om seksueel te functioneren na behandelen? 3 van de 4 mannen die zeggen, dat is niet meer wat het vroeger was. Dat is niet goed. Dus we moeten niet onder stoelen of banken steken dat wij, wanneer we curatief gaan behandelen, dat we dan een negatief effect hebben op het seksleven van die mannen. En het enige wat je eraan kunt doen, is behandel alleen maar wanneer het nodig is. En ik denk dat na de uiteenzettingen die onze 2 geneesheren hier gegeven hebben, dat vandaag wel mogelijk is. Nu, is er een verschil tussen wanneer ik ga opereren of ik ga met radiotherapie doen, is er dan een verschil? Ja, daar is een licht verschil, maar we zien inderdaad dat in beide gevallen, in het ene geval is de beoordeling van het probleem, zeggen de mannen, het is iets kleiner, maar we zien hier grosso modo dat 80% van de mannen toch zegt dat dit een probleem is. Volgende slide graag. Hier kom ik even op terug op wat ik daarnet zei. Hoeveel patiënten van prostaatkanker hebben medicatie of hulpmiddelen geprobeerd om hun erectie te verbeteren? Dan zien we dat dat maar 33% is. Dat is een schande, want als we naar Zweden kijken, waar men toch verder staat in het helpen van mannen om die effecten te verbeteren, daar is dat 80%. Dus er is een heel groot werk te doen om te zorgen dat we de effecten verminderen of dat we de mannen helpen om daar iets aan te doen. Laten we nu nog even kijken naar de incontinentie. En dan zie je daar natuurlijk, dat is niet verwonderlijk, dat wanneer we een prostatectomie doen, dat het risico op incontinentie daar het grootst is. De normale populatie heeft hier een factor van 98. Wat we zien opnieuw dat we bij actief opvolgen daar uiteraard geen verandering in zien, maar dat we een duidelijke verandering zien of een verlaging van de levenskwaliteit wat incontinentie betreft. De volgende slide vertelt hoeveel mannen dat er druppelen of een grotere incontinentie hebben.
Maar veel belangrijker is de volgende slide, die ik toch even onder de aandacht wil brengen. 37% van de mannen gebruikt elke dag één of meer incontinentiepads na de behandeling. En als je naar de algemene bevolking kijkt in die leeftijdscategorie, dan spreken we over 5%. Dus we hebben toch wel een zeer groot effect. En ik kan u vertellen, ik ben een tijdje incontinent geweest na mijn operatie. Gelukkig is dat verbeterd in de loop van de tijd. Maar dat is geen aangename ervaring als man. Zeker niet als je nog actief bent en je moet je telkens afvragen, gaat mijn pet het nog houden of gaat mijn broek nat worden? Nou, dus dat is zeker een effect waar we moeten naar kijken. Hier is ook weer, volgende slide, gevraagd hoeveel problemen de mannen daarmee hebben. En je ziet dat 58% van de mannen dat als een probleem zien. En opnieuw een vergelijking tussen een operatie en radiotherapie. Daar zien we, als ik de volgende slide mag hebben, dat het 33% is na een operatie en 52% na die daar gelukkig geen problemen mee hebben en de rest heeft er wel problemen mee. Volgende slide graag. En volgende slide. Wat heb ik onze onderzoekers even gevraagd? Het kenniscentrum heeft recent de algemene of cijfers gepubliceerd van de algemene Belgische populatie over hoe zij leven met mobiliteit en een aantal andere aspecten. Dat is vergelijkbaar met de studie die wij gedaan hebben. En zowel voor mobiliteit, als ik de volgende slide mag hebben, als self-care en ook het uitvoeren van usual activities, zie je dat als je curatief gaat behandelen, dat is telkens de linkerkant van de slide, dat je ongeveer een gelijke tred houdt met het algemene Belgische bevolking. Maar wanneer je palliatief gaat behandelen, dat je op al die aspecten duidelijk lager scoort. En dat zijn slides die ik toch wel even wou laten zien. Als ik nog even anxiety en depression, daar zie je dat ook zeer duidelijk. Wanneer je naar de palliatieve behandelingen gaat, dan zit je echt aan de slechte kant. Nu, welke lessen kunnen we hieruit trekken? En daar wil ik mee stoppen. De meest voor de hand liggende conclusie is uiteraard, actief opvolgen moet overwogen worden als de eerste behandeling om verzekerd te zijn van kwaliteit van leven, wanneer je dat toch tenminste op een veilige manier voor de patiënt kunt doen. En hier is een samenvatting gemaakt van alle slides die ik getoond heb. Het is heel duidelijk dat wanneer je actief gaat opvolgen, dat je de levenskwaliteit van de man beschermt. Wanneer je gaat behandelen, dat je dat in mindere mate doet. Wat kunnen we daar nog uit leren? Dat is een vroege detectie is van groot belang. Want wat je hier niet ziet in deze cijfers, maar we zijn nu een tweede studie gestart op Europees vlak, waarvan we de resultaten begin volgend jaar zullen hebben, waarbij we proberen te zien, hoe moeten we deze cijfers nu uitsplitsen? Wanneer iemand echt vroegtijdig behandeld is, met andere woorden, er zijn de tumor is nog klein, is dat dan beter of slechter? Wanneer we een man gaan behandelen in een kankercenter of door een onafhankelijke uroloog, dus niet in teamverband, is dat beter of slechter? Dat zijn vragen die opgekomen zijn nadat we deze studie gedaan hebben en die we hopen in onze volgende studie te behandelen. Maar wat de patiënten betreft, wij zeggen, we hebben kankercentra nodig met de nodige multidisciplinaire teams. Niet alleen om ons de juiste behandeling te geven, maar ook om ervan verzekerd te zijn dat de nazorg die we toch wel verwachten, dat we die gaan krijgen. De voorlaatste slide die ik u wil tonen is een motie die wij als patiëntenvereniging gemaakt hebben en die ik hier aan de regeringen van het land wil geven, waarin staat
dat wij ondersteunen wat onze wetenschappers hier zeggen en wat de EAU zegt, dat dat de manier is om onze levenskwaliteit te verbeteren. Namelijk, start alsjeblieft met vroegdetectie op de manier die hier gepresenteerd is. En doe dat. En mijn laatste slide is: niets doen, heren, is geen optie. Dames en heren, wanneer je hier niets aan doet, dan laat je mannen sterven. Dan laat je mannen sterven in agony, zoals Gert gezegd heeft. Dank je wel. Dank u wel, meneer Deschamps. Ook u bent bedankt voor uw uiteenzetting. En dan geef ik nu het woord aan professor Dr. Blauwmeister, voorzitter Vlaamse Werkgroep Bevolkingsonderzoek, die zit Antwerpen. En achterin volgens Dr. Vera Nelen, het wetenschappelijk comité European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Professor Blauwmeister. Dank u wel. Zien jullie mijn screen? Ja. Dank u. Ik ben geen urologe, ik ben gynaecologe en medisch geneticus, maar ik zit hier als voorzitter van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek en ik wil jullie in de volgende minuten dan ook even meenemen naar het wetenschappelijk kader waaraan dat wij screeningsinitiatieven toetsen en hoe dat wij die benaderen. We gaan, als jullie mij toestaan, eventjes teruggaan naar de basis en stellen de vraag, wat is screening? Screening is het testen van een blijkbaar gezonde populatie om een niet gediagnosticeerde ziekte te identificeren. Dus vandaag hebben we het over prostaatkanker. Het streeft uiteraard naar de detectie van ziekte voordat deze symptomatisch wordt. En het belangrijkste aspect hierbij is de preventie, maar dat hebben we nu al verschillende keren gehoord. Dus wat doe je bij een bevolkingsonderzoek? Bij screening haal je een welbepaalde doelgroep door een zeef om aan de andere kant van het zeef te bepalen wat de gepaste ofwel behandelingen zijn ofwel opvolgingen. En daarvoor moet uiteraard een volledig uitgewerkt plan ter beschikking staan. Nu, er zijn verschillende doelen die je met screening kan bereiken. Je kan enerzijds de mortaliteit verlagen door vroege detectie en vroege behandeling. Maar je doel kan ook zijn de incidentie te verlagen door de identificatie en de behandeling van voorloperstadia. Niet kanker, maar iets dat daarvoor komt, want kanker is geen alles of niets fenomeen, dat hebben we ook al gehoord. Je kan trachten de ernst te verminderen, of een laatste mogelijkheid is de keuzemogelijkheden te vergroten door de identificatie in een vroeg stadium waar meer opties zijn. Om dat een klein beetje toe te lichten, heb ik daar voorbeelden op geplakt. Wanneer voorkom je een onherstelbare gezondheidsschade? Dat is bij de kankerscreeningen zo. De nu herkende bevolkingsonderzoeken zijn borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Dat is ook zo in de neonatale screening, of zoals wij die in de volksmond kennen, de hielprik, waarbij dat pasgeborenen getest worden op een aantal aangeboren afwijkingen of een screening voor de rhesusfactor in het bloed tijdens de zwangerschap. Anderzijds kan het de bedoeling zijn om keuzemogelijkheden te vergroten. En wat we daar op dit moment hebben, is de prenatale screening voor Down-syndroom, onder andere via de niet-invasieve test tijdens de zwangerschap. En er zijn andere screeningen die nog in de maak zijn. Nu, waarop baseren wij ons in de werkgroep? Dat is enerzijds de screeningscriteria die uitgewerkt zijn in 1968 door de onderzoekers Wilson en Junger en die dan in 2008 herzien zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie en voor een stuk ook aangepast zijn aan onze moderne maatschappij. Ik ga die criteria even met u overlopen, omdat het belangrijk is om in te schatten waarop dat je een screeningsinitiatief allemaal moet toetsen. En dat is enerzijds, het moet uiteraard een belangrijk gezondheidsprobleem zijn. Ook dat is al verschillende keren aangehaald deze morgen. Er moet een aanvaardbare behandelingsmethode bestaan voor de ziekte die gescreend wordt. Wij moeten over voldoende voorzieningen beschikken voor enerzijds de diagnose, maar uiteraard dan ook het vervolgtraject, de behandeling.
Er moet een stadium in die ziekte zijn waar dat ze nog vroeg gedetecteerbaar is. Dus een latent of een vroeg symptomatisch stadium. Er moet een goede opsporingsmethode bestaan. Die moeten dan weer aanvaardbaar zijn voor de bevolking. En wij moeten het verloop van die ziekte kennen. We moeten dus weten hoe dat evolueert in de tijd. En we moeten het absoluut eens zijn erover wie behandeld moet worden, wie dus op het einde van het zeef aankomt, wie verdient dan welke behandeling. De kosten die daaraan verbonden zijn, moeten in een acceptabele verhouding staan in het volledig concept van de gezondheidszorg. En uiteraard, eens dat men screening start, dan moet dit een continu proces zijn en dan mag dit niet een eenmalig project zijn. De aanvullende criteria door de World Health Organization zijn dat een dergelijk screeningsprogramma dat uitgewerkt wordt, moet inspelen op een erkende behoefte. Dat het doel heel duidelijk geïdentificeerd moet zijn en ook de doelgroep. Dat de effectiviteit wetenschappelijk bewezen moet zijn en het programma volledig en een sluitend geheel moet zijn. Met enerzijds opleiding, scholing, maar dan ook een management van het programma. Die kwaliteit van dat programma moet getoetst zijn en de risico's moeten geminimaliseerd zijn. En uiteraard, patiënten moeten een geïnformeerde keuze kunnen maken. Maar wat ook een belangrijk aspect is, is de toegankelijkheid. Een screeningsprogramma moet voor de algehele doelgroep toegankelijk zijn. En daar moeten wij vooral ook letten op groepen die mogelijkerwijze minder geïnformeerd zijn. En het programma moet vanaf het begin geëvalueerd worden. En de voordelen uiteraard moeten opwegen tegen de nadelen van de screening. Dus wij kijken naar enerzijds de ziekte, anderzijds de test, de mogelijke behandeling, maar dan ook de kost die daarmee verbonden is. Als we beginnen aan een screening, dan spreken we van een bevolkingsonderzoek. Een bevolkingsonderzoek is een volledige doelgroep die blootgesteld wordt aan de nadelen van de screening, die er mogelijkerwijs zijn. En slechts enkele personen zullen daarvan de voordelen ondervinden. Dus men moet absoluut zeker zijn vooraleer dat men een dergelijk bevolkingsonderzoek organiseert, dat de voordelen heel duidelijk opwegen ten opzichte van de nadelen. Dus eerst denken, dan doen. De vraag die wij ons stellen is iedereen uit de doelgroep goed geïnformeerd over die voordelen en die nadelen? Is het screeningsinstrument dat gekozen is het juiste? En zijn we zeker dat er geen andere aanpak zinvoller is dan screenen? Is de doelgroep wel omschreven en juist gekozen? De kost van de screening, de diagnose en de behandeling, is die wel omschreven en is die vooral gedragen? Is er een maatschappelijke aanvaardbaarheid? Zijn alle relevante partners betrokken bij de organisatie hiervan? En is er een registratiemogelijkheid? Want alleen als die er is, dan kunnen wij ook achteraf terugkijken en zien hoe efficiënt wij waren en wat de kwaliteit was van de screening. De Vlaamse werkgroep bevolkingsonderzoek bestaat uit 25 deskundigen die zetelen in die werkgroep niet omwille van een bepaalde vereniging waartoe dat zij behoren, maar omwille van hun deskundigheid. En wij zien het als onze opgave om de kwaliteit van bevolkingsonderzoek of screeningsinitiatieven die voorgesteld worden te verhogen en burgers te beschermen tegen screening of bevolkingsonderzoek dat niet zinvol of schadelijk is. We hebben dan ook een geformaliseerde aanvraag die kijkt naar de criteria die ik daar straks aangehaald heb. En dat is de ziekte, nogmaals even herhalen, de doelgroep, het screeningsinstrument dat voorgesteld wordt, de diagnose, behandeling en alles wat volgt na het passeren van het zeef en dan het volledig plaatsen van het bevolkingsonderzoek. Nu, als we kijken naar de conceptnota en prostaatkankerscreening, dan zijn er een aantal vragen die we ons denk ik direct moeten stellen. Het doel is dat het verlagen van de mortaliteit, de incidentie of de ernst. Het screeningsinstrument, wat is dat juist en wat met de risicostratificatie? De kosten en de maatschappelijke aanvaardbaarheid, staan die vast en wegen de voordelen op ten opzichte van de nadelen? En op dit moment denk ik het antwoord daarop zou kunnen gegeven worden door een geformaliseerde studie van het kenniscentrum. En dan dank ik u voor uw aandacht en
geef ik het woord graag aan dokter Nelen. Zien jullie mijn presentatie? Ja. Nee, we zien ze niet. Nee. Heb jij niet? Ja, we zien ze. U kan verder doen, mevrouw Nelen, als u wenst. Ja, oké. Dank u. Horen jullie ook een echo? Wij hebben hier geen echo. Prima. Goedemorgen. Ik ga jullie een korte samenvatting geven over de pro's en contra's in verband met prostaatkankerscreening. En ik ga die geven vanuit mijn ervaring, gebaseerd op de ERSPC, Europese prostaatkankerstudie, waar wij als Antwerpse onderzoekspartner met 10.000 mannen aan deelnemen. Dus ik ga vooral stilstaan op de pro's en contra's die uit deze Europese prostaatkankerstudie zijn gekomen. En het belangrijkste pro is, we hebben wel degelijk een effect gemeten op de prostaatkankersterfte. En we hebben dat effect ook kunnen becijferen wanneer we alle mannen die in onze belangrijkste doelgroep zitten, dat is van 55 tot 69 jaar, wanneer we daarvan de gescreende groep vergelijken met de controlegroep en de gescreende groep is gescreend met de PSA-bloedtest, dan zien we dat de sterfte bij de gescreende groep 21% lager ligt dan bij de niet-gescreende groep. Wanneer we in die gescreende groep kijken naar de werkelijk gescreende mannen, dus diegenen die niet alleen zijn uitgenodigd, maar ook zijn gekomen, dan zien we dat die vermindering aan sterfte door prostaatkanker 29% is. De ERSPC-studie loopt al heel wat jaren en we zien dat die relatieve sterfte, dus tussen de gescreende en de niet-gescreende groep, dat die eigenlijk constant blijft rond de 20-21%. En we zien verder ook dat naast de relatieve reductie in sterfte, dat er ook een reductie is aan het aantal metastasen en het percentage mannen dat leidt aan geavanceerde ziekte, dat dat ook met 30-40% gedaald is. Dus dat is een duidelijke benefit van screening voor prostaatkanker. Er zijn ook een aantal argumenten contra vastgesteld en dat is vooral het effect op de kwaliteit van leven dat ontstaat door overdiagnose en overbehandeling. Een aantal van deze punten zijn al aangehaald, dus ik ga die, denk ik, samenvatten. Hoe komen we tot die overdiagnose? Enerzijds, de PSA-test die gebruikt wordt als screeningsinstrument is niet specifiek voor prostaatkanker. Dat is al aangehaald. Dus ook bij goedaardige vergroting van de prostaat en bij prostatitis is de PSA verhoogd. Er is in het verleden al wel wat onderzoek gedaan naar nieuwe moleculen, maar voorlopig is toch de PSA-test het best wat we hebben, maar is dus niet specifiek voor prostaatkanker. Dus na een verhoogde PSA-bloedtest zal de eerste uitdaging erin bestaan om te ontdekken, gaat het hier om prostaatkanker, ja of nee? En die bevestiging van prostaatkanker, dat doen we met een biopsie. En zoals ook al is aangehaald, is een biopsie toch wel een meer invasief onderzoek. Dus zal het belangrijk zijn om te proberen de mannen met een verhoogde PSA in te delen in mannen die
meer kans hebben om vermoedelijk prostaatkanker te hebben en mannen die weinig kans hebben om vermoedelijk prostaatkanker te hebben en die biopsies alleen te doen bij de mannen die de meeste kans hebben om prostaatkanker te hebben. En dat bedoelen we door risicostratificatie of risicowijzers of risicoanalyses te doen. Dus het is belangrijk om strategieën te ontwikkelen en methodes te gebruiken om te proberen de biopsies alleen te doen bij mannen die de grootste kans hebben om prostaatkanker te ontwikkelen en daar dus de prostaatkankers te ontdekken. Tweede probleem dat zich stelt bij prostaatkankerdiagnose is ook al gesteld. Prostaatkanker is niet altijd agressief. Er zijn ook heel wat prostaatkankers die mild zijn, gelokaliseerd en een heel gunstige prognose hebben. En hoe ouder mannen, hoe beter. Wanneer dat we een prostaatkanker bevestigen met een biopsie, dan kunnen we niet altijd alleen uit die diagnose weten of de prostaatkanker een latente kanker gaat zijn of een agressieve kanker. Dus het feit dat we meer kankers ontdekken dan alleen de agressieve kankers, dat is eigenlijk ook een nadeel van de vroegopsporing. En een nog groter nadeel zal er dan ontstaan wanneer we die kankers, die niet zo agressief zijn, wanneer we die ook gaan behandelen, omdat de nadelen van behandelen ook door de vorige sprekers al heel sterk zijn benadrukt of uitvoerig zijn benadrukt. Dus daar zijn oplossingen voor die nadelen van overdiagnose of het diagnosticeren van minder agressieve kankers en het proberen vermijden van overbehandeling. En dat is ook hier weer risicoanalyse en proberen dus door bijkomende onderzoeken of bijkomende gegevens die mannen te ontdekken waar de kanker meer kenmerken vertoont dat hij zal evolueren of in het stadium komt dat hij zal evolueren. En alleen die mannen te behandelen als ze behandeling nodig hebben en wanneer ze behandeling nodig hebben. En mannen op te volgen en niet te behandelen onmiddellijk wanneer ze maar een laag risico hebben. Evelien Heinsdijk, die ook deel uitmaakt van de ERSPC-studiegroep, heeft becijferd wat de nadelen die ik juist heb opgesomd, zoals de overdiagnose, het sneller vaststellen van kanker, dus langer leven met een diagnose van kanker, overbehandeling, het opduiken van nevenwerkingen en het langer hebben van nevenwerkingen, wat dat betekent voor mannen. En eigenlijk, zij heeft becijferd dat wanneer we de levensjaren die gewonnen zijn door minder sterfte, dat we die eigenlijk moeten verminderen met 23% wanneer dat we corrigeren voor kwaliteit van leven. Dus dat betekent samenvattend, wanneer we 1000 mannen screenen op de leeftijd van 55 tot 69 jaar, hebben die opvolgen voor de rest van hun leven, dat we dan in totaal 9 prostaatkankerdoden zullen vermeden hebben. Er sterven 22 mannen in plaats van 31. Dat we 73 levensjaren gewonnen hebben over de levensduur van die 1000 mannen. Maar dat we ook 45 extra diagnoses van prostaatkanker zullen gesteld hebben. Dat we meer dan 1000 levensjaren die vrij hadden kunnen zijn van prostaatkanker verloren hebben. En dat we de 73 levensjaren die we gewonnen hebben door de sterfte te verminderen, dat we die moeten met 23% verminderen als we corrigeren voor de nadelen op kwaliteit van leven. Dus we houden daar nog maar 56 van over. Nu, ik heb gezegd, daar zijn oplossingen voor, zoals bijvoorbeeld zorgen dat we alleen biopsies doen bij mannen die meer risico lopen, zorgen dat we alleen behandeling doen bij mannen waar dat de kanker kenmerken vertoont om te gaan evolueren en op het tijdstip dat hij zal evolueren. En er zijn ook al berekeningen gedaan van ja, als we nu deze risicoanalyses toepassen, kunnen we dan dat nadeel op kwaliteit van leven oplossen?
En het antwoord is ja. Dus dat is een modelmatige berekening, waarbij dat er enerzijds het basismodel van de ERSPC met de nadelen die becijferd zijn, dus 23% vermindering van de gewone levensjaren door correctie of door invloed van kwaliteit van leven. Wanneer dat we het protocol verbeteren door rekening te houden met de risico's, dus de risicowijzers te gebruiken en daarnaar te handelen, dat we dan het effect op de kwaliteit van leven, dat we dat kunnen teniet doen. Het is ook wel belangrijk om te vermelden, wanneer we het hebben over ja, screenen of niet screenen, we vertrekken niet van situatie nul. Dus er is ook in die publicatie een analyse gemaakt van ja, hoe staat het met de invloed op kwaliteit van leven bij de huidige opportunistische screening die we kennen. Dat is wel de huidige opportunistische screening in de Amerikaanse context, toch wel belangrijk. En dan zien we dat van de levensjaren die we winnen door de screening te doen en er dus minder mannen sterven, dat we eigenlijk 3/4 van die levensjaren teniet doen door verslechtering van de kwaliteit van leven van die mannen. Dus in het geval dat we mannen screenen buiten de leeftijdsgroep, behandelen waar het niet nodig is, op het tijdstip dat het niet nodig is, enzovoort. Dus mijn besluit is, zijn we klaar voor bevolkingsonderzoek? Er is een heel belangrijk argument pro, namelijk we kunnen de sterfte reduceren, maar er zijn ook wel een paar argumenten contra. De PSA-test is niet specifiek en we zullen de benefit die we bekomen door de sterfte te verminderen, zullen we reduceren door op kwaliteit van leven in te boeten als we geen oplossing vinden voor onnodige biopsies, voor overdiagnose, voor overbehandeling en voor nevenwerkingen. Nu, er zijn oplossingen voor, dat zijn die risicocalculators, die zijn nog volop in onderzoek ook. En ja, de bedenking die ik daarbij wel kan maken is, ja, we hebben nu opportunistische screening, dus we vertrekken niet van situatie nul. En ook daaraan zitten wel nadelen. Dank u wel. Dank u wel, dokter Nelen. Dan is nu het woord aan mevrouw Gils, directeur preventie en vroegopsporing Kom op tegen kanker. Mevrouw Gils, u heeft het woord, alsjeblieft. Oké. Dank u wel allemaal. Ik ga hier met mijn rug naar jullie zitten, sorry daarvoor, want ik de slides dan zou kunnen zien, als de slides verschijnen. Ja. Oké, dank u. Ja, dat niet. Dus ik ben Anne Gils, ik ben van opleiding apotheker. Ik heb daarna een doctoraat gedaan, farmacie. En ik ben 26 jaar aan de KU Leuven gebleven, met nauwe samenwerking ook met verschillende afdelingen binnen UZ Leuven. Dus ik ben sommige afdelingen wel gekend. Ik ben sinds 2 jaar bij Kom op tegen kanker, als diensthoofd preventie en vroeg opsporing. Wij zijn bij Binnenkom op tegen kanker ook van plan om nog meer aandacht te schenken aan preventie en vroegopsporing. En we hebben dus beslist dat er vanaf 2022 een afdeling wordt opgericht. Dus geen dienst binnen onder een andere dienst, maar een afdeling waar ik dan directeur van zal zijn, preventie en vroegopsporing. En nu zijn de slides er, dus nu kan ik beginnen. Dus inderdaad, bij Kom op erkennen we absoluut dat prostaatkanker een belangrijk gezondheidsprobleem is. Het aantal diagnoses, en u mag al de volgende ook aanklikken, sorry dat ik zoveel animaties erin gezet heb. Dus het aantal diagnoses is absoluut zeer hoog in België. Wij werken met de Belgische cijfers. Meer dan 10.000 diagnoses in 2019. De meeste worden gelukkig nog gediagnosticeerd in stadium 1 tot 3. We hebben eens opgevraagd hoeveel dat er net van stadium 4 worden gediagnosticeerd en wat de verhouding is. En daar zie je ook dat het nu de laatste 5 jaar op ongeveer 15% blijft hangen, waar het eerder kwam van rond de 10%. Hoe dan ook, zoals ook al verschillende keren vermeld is geworden hier vandaag, is er ook een aanzienlijke mortaliteit mee verbonden. Tussen 2009 en 2018 waren er ongeveer 1500 sterftegevallen per jaar aan prostaatkanker.
Dan mag u de volgende slide geven. Ja, zoals ook al vermeld is, zijn er een aantal risicofactoren, gekende risicofactoren. De leeftijd is een van de mogelijke risicofactoren. Etnische afkomst ook. Familiegeschiedenis zeker. En ook een paar andere risicofactoren die nog niet zo echt gekend zijn en waar nog misschien onvoldoende wetenschappelijke evidentie op dit moment voor is. Maar wat ik hiermee wil zeggen is inderdaad de kans om prostaatkanker te krijgen is allicht wel verschillend en niet gelijk van man tot man. Dan mag u de volgende slide, dank u. De symptomen van de prostaatkanker zijn hier ook al wel opgesomd en inderdaad, absoluut, de symptomen zijn niet altijd specifiek voor prostaatkanker en ook is het mogelijk dat er soms totaal geen symptomen zijn. Daarvoor is er op dit moment beschikbaar de PSA-biomarker als een screeningstool. Die werd gebruikt in een heel grote Europese studie. 162.000 mannen hebben daaraan deelgenomen. En die werd al geëvalueerd over een lange tijd, namelijk over 19 jaar zijn nu de laatste resultaten bekend. En algemeen genomen is er een mortaliteitsreductie van 20% zichtbaar. Zeker ook de vermelding, zoals ook al werd aangehaald, dat sommige landen het veel beter doen, onder andere Zweden en ook Nederland, die tot een mortaliteitsreductie van 50% komen. In een bepaalde subcohort, dus die van Nederland was nu wel vrij klein, vond ik zelf, maar ik dacht rond de 1100 mannen. Maar toch betekent het ook dat er nog kan verbeterd worden. Dan mag ik de volgende slide geven, alsjeblieft. Ja. Waar wij bij komoptige kanker uiteraard ook bezorgd voor zijn, is dat men goed moet kijken naar de voordelen en de nadelen. Voordelen zijn er al heel goed opgesomd. Een vroege diagnose leidt absoluut tot meer kans op genezing, een verminderde mortaliteit, absoluut, een mindere agressieve behandeling en ook minder bijwerkingen. Dat is heel mooi geïllustreerd door een aantal verhalen. Heel goed gedaan. De nadelen zijn ook bekend, zoals al er straks ook opgenoemd, is een overdiagnose, onnodige biopsies, die soms ook wat bijwerkingen kunnen veroorzaken. Die bijwerkingen zijn meestal maar tijdelijk, wat goed is, maar de overbehandeling leidt wel soms tot bijwerkingen die wel permanent zijn. Wat ook niet te vergeten is, is dan, en ook al aangehaald, is de ongerustheid en / de gerustheid. En men mag ook niet onderschatten, als men iets in gaat voeren, dat men ook niet onterecht gerust is. Maar zeker ook de ongerustheid is een heel belangrijke zorg. En ik kom daar straks nog even op terug. Ik wil nog één in de volgende slide laten zien van de voor- en nadelen. Dit is een slide van de KCE. Wij hebben nu in juni 2021 zijn we bij Komop een meldcampagne gestart. Die noemt Durf te vertellen. En waarin we eigenlijk vragen aan de patiënten. Kan u met uw zorgverlener praten over seksualiteit en kanker? Want het is inderdaad zo dat heel veel patiënten, kankerpatiënten, lijden. En de seksualiteit ervan leidt onder een kankerbehandeling of na een kankerbehandeling. Ik heb even opgezocht. Momenteel zitten we ongeveer aan een 500-tal meldingen. Er waren er 45 tot nu toe van prostaatkankerpatiënten. En inderdaad, de meest voorkomende klachten die ze hebben, zijn diegenen die hier ook al opgenoemd zijn, impotentie en incontinentie. Maar wat ook zeker zo is, dat er ook een aantal zijn die zeggen, ik heb wel met de zorgverlener kunnen praten en ik heb inderdaad medicatie gekregen om bepaalde problemen te verhelpen. En dat hielp ook. Dus het is inderdaad, zoals ook al aangegeven werd door meneer Deschamps, daar moet meer aandacht voor komen, zodat het ook een beter kan behandeld worden. Dan op de volgende slides wou ik graag de visie van Komop tegen kanker ten opzichte van de aanbevelingen die in de conceptnota stonden even toelichten. De eerste aanbeveling was dat er een informatie- en sensibiliseringscampagne zou opgezet worden rond prostaatkanker vanaf de leeftijd van 45 tot 50 jaar. En daar zijn we zeker absoluut voor. Wij zijn zeker voorstander dat
mensen, en in dit geval dan mannen, goed geïnformeerd worden over zowel de voor- en de nadelen. De nadelen is ook belangrijk, zodat ze op voorhand weten waar ze aan gaan beginnen en zodat ze zelf een goede overweging kunnen maken. Wanneer het zou ingevoerd worden als een bevolkingsonderzoek, is het absoluut nodig om heel goed te informeren en op grootschalig te gaan sensibiliseren. Wij zien daar vooral een rol voor de huisarts in eerste instantie, omdat die het kortst bij de patiënt staat, maar misschien ook nog voor andere instanties. Dan op de volgende slide. Daar geven we onze visie over de invoering van prostaatkankerscreening als een van de volgende bevolkingsonderzoeken. Wel, wij vinden dat op dit moment met de strategie die werd voorgesteld in combinatie PSA-test en een trustgestuurde biopsie, dus een echografie om de biopsie te sturen, niet optimaal is. Maar we zijn zeker hoopvol, naar wat ik vandaag ook heb gehoord en wat ik ook heb kunnen lezen, dat er nieuwe technologieën en ook nieuwe strategieën, met name de risk stratification tools, beschikbaar kunnen zijn die volgens mij ook wel de balans voordelen-nadelen meer kunnen laten hellen naar de voordelen of nog sterker kunnen laten hellen naar de voordelen. Maar het moet dan wel onderzocht worden en dat was ons voornaamste probleem. Er werd een screeningsprotocol voorgesteld hier, wat mij op het eerste zicht zeker aanneembaar leek. Maar de argumenten die daarvoor werden aangehaald verwezen vooral naar de ERSPC-studie waar dit algoritme niet werd ingebruikt. Dus wanneer men dit wil toepassen, moet men toch een bepaalde validatie hebben of bepaalde studies kunnen aanhalen waar men kan bewijzen dat dit inderdaad nog beter is. En dan zouden wij zeker ook wel geneigd zijn om de voordelen vermoedelijk hoger in te schatten dan de potentiële nadelen. Op de volgende slide was er nog een aanbeveling om prostaatkanker mee op te nemen als gezondheidsdoelstelling. Wel, ik kan u ook vertellen dat Europa in 2022, dus volgend jaar... Sorry, kan ik nog even terug gaan naar de... Ja, dank u. Dat Europa van plan is om zijn aanbevelingen rond kankerscreening te herzien op Europees niveau. En dat indien daar een aanbeveling zou komen, en dan besluiten wij dat zij vinden dat er genoeg wetenschappelijke evidentie voor is, dan kan dit volgens ons wel opgenomen worden als gezondheidsdoelstelling in België ook. En op de volgende slide ging het dan over dat er een overleg moet gepleegd worden met de federale overheid over de terugbetaling en over de uitwerking van het vervolgtraject. Ja, dat vinden we absoluut zo. En dat is ook al aangehaald. Een screening kan enkel maar impact hebben als ook het vervolgtraject goed wordt uitgewerkt en daar goed wordt over nagedacht. Eerst denken en dan pas doen, daar ben ik volledig mee akkoord. Wat gaat er gebeuren na een positief screeningsresultaat? Want de bedoeling is inderdaad over diagnose zo laag mogelijk te houden, over behandeling zo laag mogelijk te houden. Daar rekenen we voor op de arts-specialisten. Maar ook de toegankelijkheid is heel belangrijk. Bij de bevolkingsonderzoeken die momenteel gaande zijn, dan zien we dat er toch een groep gemist wordt. Altijd ongeveer dezelfde groep van kwetsbare personen. Dus het zou zeker de bedoeling zijn, als je iets nieuw gaat uittekenen, dat die groep ook wordt meegeïnformeerd en ook wordt meegenomen van in het begin. En dan het laatste, zeker ook heel belangrijk is en wat hier ook aangehaald werd, is de niet te onderschatte psychologische ondersteuning die nodig is van bij de diagnose tot tijdens de behandeling en het natraject. Zeer belangrijk, die soort klachten, zal ik zeggen, of bezorgdheden, horen wij vooral van de patiënten aan de kankerlijn. En dus zeker als je een diagnose krijgt van eender welke kanker, heeft een enorme impact. En dus psychologische ondersteuning is absoluut noodzakelijk in het natraject. En dan mag ik naar de laatste slide gaan. Gewoon als conclusie, onze visie op de... U mag ze allemaal al tonen, ik denk dat er vier zijn. Ja, dank u. Onze conclusie is dat informatie is altijd belangrijk. Een goed geïnformeerde burger kan altijd een verstandige keuze maken, wat altijd veiliger is voor de patiënt, maar ook voor de arts die daarna moet omgaan met eventuele bijwerkingen van de bepaalde therapie. Bevolkingsonderzoek, wel, we zijn zeer hoopvol als we dit allemaal zien, wat de nieuwe technologieën zijn, de MRI die misschien in de plaats van de echo gaat komen, het actieve opvolging, dat zien we eigenlijk allemaal heel graag, die personalized screening tools. Wij hopen dat die kunnen omgezet worden in echt en gevalideerd kunnen worden en dan zijn we daar zeer positief over.
gezondheidsdoelstelling heb ik al gezegd. Hè. Europa is er volop mee bezig. En een vervolgtraject, absoluut nodige aandacht aan schenken. Niet enkel over diagnose en over behandeling, maar zeker ook de toegankelijkheid. Hopelijk dan deze keer voor iedereen en de psychologische ondersteuning. Dat was de laatste slide. Dank u wel. Dank u wel, dokter Gils. Dan geef ik nu het woord aan het agentschap. En ik veronderstel dat zij zelf beslist hebben of kiezen wie het woord eerst neemt en of dat één persoon is of alle drie. Ik geef aan jullie graag het woord agentschap, als ik het zo mag zeggen. Horen jullie mee? Ja. Zeer goed zelf. Ja? Ja, oké, dankjewel. Wel bedankt. Mijn naam is Iris de Schutter. Ik ben het afdelingshoofd van de afdeling Preventie in de Zorg en Gezondheid. En ik wil jullie bedanken voor de mogelijkheid om ook het standpunt vanuit het preventieve gezondheidsbeleid rond prostaatkankerscreening of het voorstel in de conceptnota te komen toelichten. Ondertussen proberen we de slides klaar te zetten, die komen er zo meteen aan. In mijn presentatie zal ik eerst even stilstaan bij een aantal basisprincipes die wij steeds aanhouden wanneer we beleidsbeslissingen nemen in het kader van volksgezondheid en dan meer bepaald het preventieve gezondheidszorgbeleid. Daarna gaan we over naar welk kader volgen we wanneer we beslissen of overwegingen maken in verband met specifiek bevolkingsonderzoek, om dan kort stil te staan bij de voorstellen in de conceptnota. Mag ik vragen of jullie ondertussen mijn slides zien? Wij zien ze, hoor. Ah ja, oké, dankjewel. Dus laten we beginnen bij de basisprincipes die wij aanhouden wanneer we nadenken over beleidsinitiatieven in het kader van preventieve gezondheidsbeleid. Met preventieve gezondheidsbeleid streven wij naar gezondheidswinst op populatieniveau. En een aantal andere voormalige sprekers hebben er al op geduid dat wij steeds uitgaan van het collectieve nut en collectieve benefit, namelijk vanuit de populatie. En dat kan de hele bevolking zijn, maar dat kan ook deelgroepen van de bevolking uitmaken. En wanneer we dan specifiek kijken naar screening, dan gaat dit eigenlijk over groepen, grote groepen van mensen die zonder symptomen of zonder klachten zijn en die eigenlijk ook geen vraag stellen naar een interventie. Dit betekent dat wij, als wij gaan screenen, dat wij een systematisch aanbod doen, dat niet vraaggestuurd is, maar dus eigenlijk aangeboden wordt aan de bevolkingsgroep. Dit staat in tegenstelling tot het perspectief dat de eerste sprekers zeker en vast zeer goed verwoord hebben vanuit hun ervaring, namelijk de ervaring van de patiënt zelf en de klinicus, de individuele benadering en ervaring waarbij dat een arts geconfronteerd wordt met een individu, met een vraag of een probleem. En daar kan dan ook screening gebeuren en dat noemt men dan opportunistische screening. Maar de vertrekbasis is daar volledig anders. En er is wel degelijk een vraagstelling van een persoon. Men gaat een risicoafweging of een voordelen-nadelenafweging maken op basis van de klachtenpatroon van die persoon of op basis van de vraag van die persoon en dat individu, terwijl wij dat doen op grote groepen. Daarnaast streven wij naar gezondheidswinst. Dat wil zeggen dat wij altijd voor die hele groep die we gaan benaderen, alle voor- en nadelen nauwgezet op elkaar gaan afwegen. En we gaan dat ook zeer breed zien. We gaan niet alleen kijken naar de voordelen en de nadelen voor een bepaalde groep van deze, een deelgroep van de personen die we benaderen, bijvoorbeeld degenen die een positieve diagnose krijgen, maar we gaan ook kijken naar de voor- en nadelen voor degene die een negatieve screeningstest hebben of degene die zelfs niet gescreend worden. We gaan eigenlijk nakijken voor heel de bevolking. Als we dan nadenken over bevolkingsonderzoek als beleidsinitiatief aan zich, dan moet u ook weten dat wij vanuit het preventieve gezondheidsbeleid
steeds trapsgewijs werken. Wij zullen initiatieven nemen die het minst ingrijpend zijn en het meest gezondheidswinst opleveren. Dat doen we het liefst. En dus hebben wij verschillende mogelijkheden tot onze beschikking. Preventie kan bogen op gezondheidsbescherming. Dat wil zeggen dat we kunnen ingrijpen op onze omliggende omgeving of factoren die extern zijn, maar wel onze gezondheid kunnen beïnvloeden. We kunnen ingrijpen door initiatieven die de gezondheid van een groep zullen bevorderen. Dan gaan we vooral de positieve determinanten voor gezondheid benadrukken en zoveel mogelijk stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het beleid dat we voeren in het kader van een gezonde leven. Excuseer mevrouw De Schutter. Hier kunnen wij uw slides niet meer, zij volgen niet. Dus u zit terug op de eerste, op uw titulatuur slide. En u hebt het zelf in de hand, hoor ik. Ja, dus... dat klopt, maar ik zit nog steeds op de eerste slide. Oké, dank u. En excuses, ja. Ik werd erop attent gemaakt, dus ik wou toch even polsen. Dank u. Ja, geen enkel probleem. Dus de laatste mogelijkheden die we ter beschikking hebben zijn, of de laatste, ja, of de derde mogelijkheid die we ter beschikking hebben zijn, zijn initiatieven naar ziektepreventie. Hè. Daaronder kent u vaccinatie, wel bevolkingsonderzoek en screening is daar ook een van door tijdige detectie van een eventuele ziekte. Nu, het spreekt voor zich dat we trapsgewijs omgaan met deze middelen en dat we de gepaste middelen zullen inzetten, waarbij dat we enkel bevolkingsonderzoek zullen inzetten als we weten dat andere zaken, zoals gezondheidsbevordering en het creëren van awareness, onvoldoende gezondheidswinst zullen opleveren. En als er bovendien ook evidentie is dat het organiseren van een systematische screening, dus bevolkingsonderzoek, zal leiden tot de beoogde gezondheidswinst in de groep die dat we daarvoor als target hebben geïdentificeerd. Graag de volgende slide. Het tweede basisprincipe houdt in dat een bevolkingsonderzoek, dus een systematische screening, veel meer is dan alleen maar het screeningsalgoritme. Excuseer, is de slide weggevallen? We gaan even terug proberen. Eentje terug. Mevrouw De Schutter, de secretaris is eventjes bezig met de slides. De secretaris heeft het hier overgenomen. Oké, is dat oké? Dus de secretaris zal u volgen. Dus als u zegt volgende slide, zal de secretaris het overnemen. Oké? Dat is prima. Ja, dank u wel. Ja, dus het tweede principe is dat bevolkingsonderzoek en dus systematische screening veel meer is dan alleen het screeningsinstrument. We hebben in de voorbije toelichtingen, heel veel gehoord over het screeningsinstrument en over wat er volgt als er een positief screeningsresultaat is. Dit is natuurlijk zeer belangrijk, hè, dat spreekt aan zich, maar bevolkingsonderzoek is veel meer dan dat. Het omvat een keten van heel veel stappen die elk aan zich op een kwalitatieve manier moeten gebeuren en voor elk van die stappen moeten we ook de voor- en de nadelen voor de groep, voor de doelgroep en voor de bevolking gaan afwegen. Die keten die begint bij sensibiliseren en informeren. Het is immers zeer belangrijk dat iemand die zou deelnemen aan een bevolkingsonderzoek dat kan doen op basis van een geïnformeerde keuze en dus zeer goed weet wat de voor- en de nadelen voor zijn persoon kunnen zijn als hij meedoet en ook weet welke scenario's er kunnen volgen na de screening, dus welke resultaten er kunnen uitvallen. Dat gaat dan over het uitnodigen van de doelgroep, waarbij dan ook toegankelijkheid komt kijken, bijvoorbeeld voor minder bereikbare groepen, staalafname, screeningsinstrument aan zich, dat natuurlijk zeer, zeer adequaat moet zijn, maar dat gaat ook over de resultaatsmededeling en de gepaste opvolging van een resultaat. Zowel voor een negatief resultaat, of voor in het geval van prostaatkankerscreening of andere ziekten, waarbij we weten dat de evolutie van de ziekte soms zeer traag gaat en men in vroege stadia daarom niet moet optreden, ook dat vereist een gepaste opvolging. Niet alleen een positief resultaat waarvan men weet dat men moet gaan ingrijpen.
En voor elk van deze resultaten, of elk van deze stappen en elk van deze resultaatsuitkomsten, is het mogelijk dat om de voor- en nadelen te gaan afwegen, en is het mogelijk dat die voor- en nadelen de ene keer positief uitkomen, die balans, en de andere keer negatief. Tot slot moeten we ook de voor- en nadelen over heel de keten bekijken en opnieuw voor heel de doelgroep. Wat is er dan nog belangrijk? Wel, ik denk dat professor Blaumeister het ook al heeft aangehaald. Registratie over heel de keten is zeer belangrijk om nadien ook de kwaliteit te kunnen terug herbekijken en te zien of we inderdaad, als een bevolkingsonderzoek gevoerd wordt, of inderdaad de beoogde gezondheidswinst en de beoogde doelen bereikt worden, of dat dat niet zo niet het geval is, want dan hebben we een probleem en moet het aangepast, het programma aangepast of gestopt worden. En natuurlijk is het ook zeer belangrijk dat er een goede kwaliteitsbewaking gebeurt over de hele keten. Graag volgende slide. Het derde basisprincipe is de doelmatigheid. En u ziet hier opnieuw dezelfde keten. En waar ik hier vooral op wil wijzen, is dat een bevolkingsonderzoek bestaat uit verschillende stappen weer, maar ook een gedeelde bevoegdheid is. Hè. De screening of de systematische screening is eigenlijk bevoegdheid van de gemeenschappen, terwijl dat eigenlijk het opvolgingstraject, hè, de diagnose en de behandeling een federale bevoegdheid betreft. Dit betekent dat we afspraken moeten maken met andere overheden, maar dit betekent ook dat het niet zinvol is en zelfs verkeerd zou zijn om stappen te zetten in het kader van systematische screening als we niet zeker zijn dat de vervolgstappen kwalitatief mogelijk zijn, naar capaciteit toe mogelijk zijn en ook toegankelijk zijn voor iedereen. Dus het gaat over een hele keten en je kan daar niet zomaar een stukje uitknippen. We moeten zorgen dat deze hele keten gegarandeerd is. Volgende slide graag. Welk kader hebben wij nu in Vlaanderen om te beslissen over bevolkingsonderzoek? We gaan even naar de regelgeving kijken en de procedures om dan ook een beetje op het bredere beleidskader te bekijken. Graag volgende slide. De Vlaamse regelgeving biedt ons houvast en een mooi kader om beslissingen op te baseren. We hebben enerzijds het preventiedecreet, dat in artikel 68 stelt dat er initiatieven kunnen genomen worden op vlak van preventie van kanker en onder andere initiatieven voor vroegdetectie en systematische screening vallen hieronder. Het preventiedecreet voorziet dus in een kader en ook in kwaliteitsvoorwaarden waarbinnen de Vlaamse overheid bevolkingsonderzoek kan organiseren. Dat staat meer uitgewerkt in artikel 31 en dat artikel 31 heeft ook een uitvoeringsbesluit, dat is het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot bevolkingsonderzoeken, waarin meer gedetailleerde bepalingen staan over het toepassingsgebied van bevolkingsonderzoek, de toestemming en de manier van organiseren. Op basis van dit kader kunnen wij werken met een vaste procedure, waarin ook minimumvereisten gesteld worden. En op basis van dit kader doet ook de werkgroep bevolkingsonderzoeken, waar professor Blaumeister al over gesproken heeft, haar werk, omdat ook in dat kader staat dat een advies van de Vlaamse werkgroep bevolkingsonderzoek noodzakelijk is bij de overweging om al dan niet over te gaan naar de organisatie van een bevolkingsonderzoek. Graag volgende slide. Wat bepaalt dat beleidskader nog? Wel, het beleidskader stelt dat wanneer men overweegt om een bevolkingsonderzoek te gaan doen, dat de te verwachten of de beoogde gezondheidswinst bij de doelgroep wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. Eerdere sprekers hebben al aangehaald dat bijvoorbeeld een Europese richtlijn een hulp zou zijn. Dat is zeker en vast één argument of één onderbouwing die we zouden kunnen meenemen. Maar we hebben hier vooral nood aan wetenschappelijke evidentie van prospectieve studies en die ook in de Vlaamse context ook hun toepassing hebben bewezen. Dus het is niet voldoende
om enkel maar een bepaald screeningselement of instrument geëvalueerd te zien. Dat is een onderdeel, maar de hele keten moet eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd zijn, of tenminste het effect van de hele keten moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Net zozeer is de doelmatigheid en de onderbouwing van de doelmatigheid belangrijk. En ik denk dat ook daar professor Blauwmeister al even bij stil heeft gestaan. Een typische manier om die doelmatigheid in de context voor Vlaanderen dan te gaan onderbouwen, is door middel van een studie door het KCE, een gezondheidseconomische studie, die ruim alle aspecten van de keten opnieuw gaat bekijken. Daarnaast bepaalt de regelgeving ook dat de toegankelijkheid voor iedereen in de doelgroep gegarandeerd moet zijn. Deze toegankelijkheid gaat over evidentie, betaalbaarheid, maar deze toegankelijkheid gaat ook over de capaciteit van alle stappen. Zijn er voldoende mogelijkheden om diagnostiek te doen? Want je kan screenen, maar wat is de volgende stap? En kan die tijdig of neemt dat veel tijd omdat er onvoldoende instrumenten zijn, onvoldoende mensen zijn eventueel die dat kunnen garanderen? Dat zijn allemaal zeer belangrijke zaken. Toegankelijkheid gaat ook over de drempel voor de mensen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Is dat een grote drempel? En dat kan bijvoorbeeld aan de staalafname liggen of dat kan aan een ander psychologisch aspect liggen. De drempel kan verschillende aspecten zijn, maar de drempel om deel te nemen voor iedereen moet zo laag mogelijk liggen in deze hele keten. Ten slotte, dat heb ik al gezegd, is er een noodzaak tot een advies van de werkgroep van bevolkingsonderzoeken. Die werkgroep zal op basis van vastliggende criteria de voor- en de nadelen van de gehele keten en elke stap in de keten voor de doelgroep gaan afwegen en daarop gebaseerd een advies aanleveren. Naast deze zaken die specifiek voor bevolkingsonderzoek bepaald worden in het besluit van de Vlaamse regering, moeten we echter ook binnen de context van het preventieve gezondheidsbeleid ook ruimer kijken naar de prioriteiten binnen het preventieve gezondheidsbeleid en dat in functie van het beschikbare budget. En u mag naar de volgende slide gaan, alsjeblieft. U heeft hier een overzicht van het preventiebudget voor 2021. Bij begrotingsopmaak bedroeg dat ongeveer 72 miljoen euro. En u ziet de verdeling van de huidige verdeling, waarbij dat kleine meerderheid, zal ik zeggen, van het budget besteed wordt aan de preventie van chronische, meeral niet-infectieuze aandoeningen, waar ook zeer grote noden zijn. Denk aan obesitas, denk aan hart- en vaatziekten, denk aan chronische longziekten. Maar bedenk ook dat onze bevolking steeds ouder wordt en dat het percentage van mensen die geconfronteerd worden met meerdere pathologieën tegelijkertijd chronische pathologieën steeds toeneemt. En dus is het zeer belangrijk om op die zaken in te zetten, zeker een hoge prioriteit, dat dat al een grote hap uit het budget neemt. Daarnaast hebben we de ziektepreventie in het kader van infectieziektebestrijding, de vaccinatie, waar onder meer neemt de kleine helft. En we hebben slechts een zeer beperkt deel dat we kunnen besteden aan milieugezondheidszorg. Nochtans weten we dat ook daar zeer veel grote uitdagingen liggen, vandaag de dag en naar de toekomst toe, die zeer belangrijk zullen zijn voor onze gezondheid. Ik hoef hierbij niet veel meer te zeggen dan dat het preventiebudget sterk onder druk staat en dat we zeer goed moeten nadenken waar we de middelen die we ter beschikking hebben aan besteden. En u zal ook zien op de slide staat het ook dat de bevolkingsonderzoeken op dit moment ondertussen al 29% van het deel uitmaken van het deel dat we besteden aan de chronische, niet-infectieuze aandoeningen. En we moeten daar dan nog bij zeggen dat dit bevolkingsonderzoek gedeeld wordt, de kosten gedeeld wordt met de federale overheid en dat wij niet instaan voor de hele kost, maar dat elke keer we een nieuw bevolkingsonderzoek willen organiseren, daar met de federale overheid afspraken over gemaakt worden en dat het zeker niet zo is dat het gegarandeerd is dat afspraken die bij vorige
beslissingen genomen werden, dat die deze keer op dezelfde manier zullen genomen worden. En het kan dus zijn dat we in de toekomst een groter deel zelf zullen moeten betalen. Graag een volgende slide. Ja, dan staan we even stil toch bij de vragen of de aanbevelingen die in de conceptnota werden aangehaald. Hè. Dus de eerste aanbeveling was organiseer een informatie- en sensibiliseringscampagne om het draagvlak voor vroegtijdige detectie van prostaatkanker creëren. Wel, vanuit de trapsgewijze benadering bedenken wij ons daar toch wel bij dat voordat wij een draagvlak voor vroegdetectie gaan creëren, dat we zeker moeten zijn dat die vroegdetectie de beoogde gezondheidswinst oplevert en dat er ook een gevolg kan gegeven worden aan de vraag die zal ontstaan nadat je die informatie hebt verstrekt. Want waar gaan we eindigen als we mensen informeren, mannen informeren over de mogelijkheid van prostaatkanker en aanzetten of hen stimuleren tot vragen stellen en eventueel vragen naar vroegdetectie, als we niet zeker zijn dat we een kwalitatief aanbod kunnen aanbieden dat ook gezondheidswinst zal opleveren voor die doelgroep. Dus ik denk dat eerst die vraag beantwoord moet worden voordat we over informatie- en sensibiliseringscampagnes moeten spreken. Ga je de volgende dia? De conceptnota stelt dat we een vroegdetectieprogramma moeten ontwikkelen voor prostaatkanker om de sterfte significant terug te dringen en een verlies aan levenskwaliteit te vermijden. Opnieuw wil ik verwijzen naar wat de voormalige sprekers al gezegd hebben en dat er toch nog heel wat vragen zijn rond het voorstel in de conceptnota, rond het screeningsinstrument, maar ook rond de hele keten die een bevolkingsonderzoek zal met zich meebrengen. Of inderdaad dan de beoogde gezondheidswinst zal behaald worden en of die voldoende is om voldoende opweegt tegen de nadelen voor de algemene deelnemers. Dus opnieuw, daar hebben we meer antwoorden nodig en ik denk dat het te vroeg is om daarover vandaag een beslissing te kunnen nemen. Bijkomend moeten we natuurlijk ook nadenken, stel dat al deze voorwaarden wel vervuld zijn, hebben we dan de nodige middelen voor het organiseren van dit bevolkingsonderzoek en is dit een prioriteit voor het preventieve gezondheid voor het beleid. Bij de volgende dia. Ja, de derde en vierde aanbeveling ga ik samen behandelen. Dus de derde stelde dat we prostaatkankerscreening mee moeten opnemen in de gezondheidsdoelstelling over bevolkingsonderzoeken naar kanker. De vierde stelde we moeten overleg plegen met de federale overheid over de terugbetaling van de testen, de uitwerking van het vervolgtraject en dergelijke meer. Dit is zeker en vast waar, op voorwaarde opnieuw, dat we ervan overtuigd zijn dat we bewijs hebben dat het bevolkingsonderzoek en de keten die voorgesteld wordt over de gezondheidswinst zal leiden en een prioriteit vormen voor het preventieve gezondheidsbeleid. Dus eigenlijk deze aanbevelingen kloppen indien de voorwaarden om te voldoen aan het willen uitvoeren van een bevolkingsonderzoek inderdaad vervuld zijn. Ga je de volgende dia? En dat brengt mij bij mijn besluit. Ik denk dat ik mag concluderen dat er een grondigere onderbouwing en meer wetenschappelijke evidentie nodig is om te bepalen of het bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker op een kwalitatieve manier kunnen voeren in Vlaanderen, waarbij we de beoogde gezondheidswinst op populatieniveau willen bereiken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw De Schutter. Dan denk ik, hebben we alle uitgenodigde sprekers aan het woord gehad. En dan is het nu het woord aan de collega-parlementsleden. Collega's, mag ik u vragen om, het is een hoorzitting, dus de bedoeling is van vragen te stellen. De politieke besluitvorming, politieke analyses laten we over daarna. Dus nu is het moment om uw vragen af te vuren op alle experten hier aanwezig. We werken met de digitale handjes. De eerste
collega die het woord gevraagd heeft is collega Saïs. U heeft het woord, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja, eerst en vooral hartelijk dank aan alle sprekers en hun bereidheid om hier hun uiteenzetting te komen geven over dit toch wel zeer belangrijk thema. Ik ga inderdaad de beschouwing hier niet geven. Ik ga direct overgaan tot mijn vragen. Eerst en vooral de vraag een beetje aan professor Van Poppel. Nu, hier is eigenlijk weinig ook vergeleken met screening die op dit moment al gebeurt naar andere kankers. Ik denk daarbij aan borstkanker, dikke darmkanker, baarmoederhalskanker. De vraag is of u een verhouding hebt van de screening van prostaatkanker ten opzichte van die kankerscreenings op vlak van numbers needed to treat en numbers needed to screen. Ook de vraag... Hebt u bijvoorbeeld deze georganiseerde screening van prostaatkanker, bestaat die al ook in andere landen? Ook eigenlijk een beetje de vraag wat dat uw reactie is op de vragen van het agentschap. Zij vragen duidelijk of er eigenlijk wel gezondheidswinst te halen is. Dus daar graag uw reactie op. Er zijn inderdaad een aantal nadelen die hier opgesomd worden. U hebt ze zelf ook opgesomd, maar wat betreft de overdiagnose en overbehandeling, maar het is hier ook duidelijk aangegeven dat daar oplossingen voor zijn. Natuurlijk, wanneer dat wij een georganiseerde screening zouden doen, denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we de huisartsen mee in bad trekken om patiënten zo goed mogelijk te informeren. De vraag is, hoe gaan we hen overtuigen van het belang ervan? Hoe pakken we dat dan het beste aan? En hebt u daar ook voorbeelden van vanuit het buitenland? Dan wat betreft de risicostratificatie, u hebt dat heel goed uitgelegd. Dus dat eigenlijk een biopsie en een behandeling toch wel daardoor kan uitgespaard worden, terwijl men vroeger wel die patiënten zou behandelen. Dokter Nelen, bij u had ik ook nog een vraag. U sprak daarover die afname van die levenskwaliteit en de studie die daar rond gebeurd was. Nu, dat was specifiek voor prostaatkanker. Nu hebt u die studie ook voor de andere kankers, zoals baarmoederhalskanker, borstkanker en dikke darmkanker. Want ik denk een afname van levenskwaliteit is denk ik universeel over de kankers heen. Dan een vraag ook over het agentschap. De kost van de vergevorderde prostaatkanker is hier opgesomd. Houdt u hier dan ook rekening mee? U spreekt natuurlijk over de kost van een screening. Maar als u dan ziet wat dat de kost is voor onze maatschappij van die vergevorderde kankers, denk ik ook dat we dat absoluut moeten meenemen, wat dat opweegt tegen wat. U hebt het hele traject gegeven hoe dat eigenlijk een screening moet ontwikkeld worden. De vraag is ook een beetje van hoe ziet u de screening naar prostaatkanker versus de screening naar dikke darmkanker? Omdat daar de stoelgangtest toch ook weinig specifiek is. En wanneer dat er een positief resultaat is, er een colonoscopie moet gedaan worden. En die toch ook invasief is en onze ziekenhuizen toch wel serieus belast. En waar dat er ook overbehandeling is. Want u weet ook heel goed dat polypen vaak traaggroeiend zijn en vaak ook niet noodzakelijk evolueren naar dikke darmkanker. Dus daarom graag een beetje waarom dan bij dikke darmkanker wel en bij prostaatkanker niet. Dank u wel. Dank u wel. De volgende vraagsteller, mevrouw De Rudder, alsjeblieft. Dank u wel. Voorzitter, ook vanuit onze fractie willen we de sprekers bedanken voor de interessante toelichtingen en de interessante informatie die we hier gekregen hebben. Concreet ook een aantal vragen. De eerste vraag aan professor Van Poppel in verband met de twee categorieën die gemaakt worden. Het is het laag risico waarbij we dan overgaan naar de opvolging. Het hoog risico waar dan gesproken wordt over de MRI-onderzoeken.
En het is dan ook dat u aangeeft dat dankzij die MRI-onderzoeken er eigenlijk minder patiënten naar die biopsie moeten overgaan en een behandeling dus moeten ondergaan. Die patiënten gaan dan natuurlijk wel opgevolgd moeten worden. En dan is de concrete vraag, wat gebeurt er dan ook verder met die groep? Hoeveel procent daarvan zullen er dan hoogstwaarschijnlijk toch nog moeten overgaan tot die biopsie? Dus hoeveel procent komen er dan uiteindelijk toch terecht na die follow-up, opnieuw PSA-testen, opnieuw misschien MRI's onderzoeken? En zijn daarover gegevens van hoeveel patiënten er dan uiteindelijk toch in die biopsiegroep terechtkomen? Daarbij misschien ook aansluitend, dus de volgorde die gehanteerd wordt is eerst die PSA-onderzoeken, daarna, indien het nodig is, die MRI-onderzoeken. Hoeveel mannen, of om hoeveel mannen gaat het dan ongeveer op jaarbasis, die volgens die werkwijze eigenlijk dan uiteindelijk tot zo'n MRI-onderzoek komen, of hoeveel moeten er dan uiteindelijk zo'n onderzoek ondergaan? Dan ook voor professor De Meerleer. U verwijst dat de risicoanalyse die patiënten moeten of kunnen invullen eigenlijk dan aangeeft of op basis daarvan die afwijkende PSA-waarden moeten opgevolgd worden. Is het een piste om die visie eigenlijk om te draaien? Want je zou kunnen zeggen dat enkel de PSA-waarde afgenomen wordt bij mensen die in aanmerking komen op basis van die risicoanalyse. Is dat een piste die, die gevolgd kan worden? Of wat is uw visie daarover? Dan de rol van de huisartsen, maar ook van de specialisten, is natuurlijk heel belangrijk. En we zien dat er daar ook enorm veel regionale verschillen zijn. Hè. Bijvoorbeeld, onlangs was er nog een groep urologen in Brugge die eigenlijk stimuleerde voor die afname van die PSA-testen, waardoor dat eigenlijk ook in de cijfers duidelijk was dat dan ook daar die afname natuurlijk verhoogd was. Dus in het algemeen zijn huisartsen toch wel wat, verneem ik op het terrein, wat terughoudender in het afnemen van die PSA-testen. Maar hoe ziet u daar ook die regionale verschillen en hoe kan daar eigenlijk nog een betere afstemming gebeuren? Die vroegdetectie is natuurlijk heel belangrijk en zeker ook bij die risicopatiënten. Dus ik denk dat daar geen discussie over is. Maar zijn huisartsen vandaag voldoende ook geïnformeerd om te weten wanneer al dan niet die testen afgenomen moeten worden? Hebben zij daar voldoende informatie over? Omdat net ook, en dat is hier ook door de sprekers aangegeven, die informatiedoorstroming natuurlijk heel belangrijk is. En dan is de vraag van, is dat op het terrein ook merkbaar? En is er daar ook voldoende informatie voor? Dan heel belangrijk, en ik denk dat collega Saez het ook gezegd heeft, die multidisciplinaire overlegmomenten waarover u ook sprak, zijn belangrijk, maar worden daar vandaag de dag de huisartsen al genoeg bij betrokken? Want dat is wel een concrete vraag in die zin, dat huisartsen daar denk ik op het terrein misschien nog altijd minder bij betrokken worden, waarvan dat daar ook die informatiedoorstroming niet altijd op een goede manier kan gebeuren. En ik denk dat dat misschien wel een vicieuze cirkel is die misschien nog sterker zou moeten kunnen aangepakt worden. En dan ook nog een vraag over die multidisciplinaire aanpak. Dus die overlegmomenten is één. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te weten wat er allemaal volgt op zo'n PSA-test. Dus het is een heel stappenplan, een MRI, dan de inspraak van de patiënt is ook uiteraard heel belangrijk. Dus er is dan uiteindelijk een beslissingskader over het behandelingstraject dat het best gevolgd kan worden, wat ook wel redelijk complex is. Maar eigenlijk is het toch wel van belang dat die multidisciplinaire aanpak vooral nu wat bepleit wordt vanaf de behandeling. Maar is het ook niet zinvol om die eigenlijk vroeger in het proces te kunnen laten starten? En de vraag is, gebeurt dat nu ook? Gebeurt die aanpak echt vanaf stap 1, dat mensen bijvoorbeeld bij de huisarts terechtkomen en niet vaak wanneer dat de behandeling pas gestart wordt? En dan tot slot, ook een thema dat ook door Kom op tegen kanker is aangehaald, de seksualiteit. Ik denk dat dat toch nog een probleem is dat vandaag onderschat wordt, waar ook heel weinig of nog te weinig aandacht naartoe gaat. Dat is natuurlijk iets voor alle kankers. Ik denk dat in elk proces die seksualiteit ook moet meegenomen worden.
En ik hoop dat daar toch ook, en dat is ook wel jullie thema waar jullie nu rond werken, en ik hoop dat we daar toch dan begin volgend jaar ook het stappenplan voor kunnen krijgen om ook wel als politici mee te kunnen nadenken van ja, hoe kunnen we vandaag de dag daar nog meer op focussen. En dan denk ik ook dat er vanuit de zorg nog te veel gefocust wordt op de medische nazorg in plaats van ook dergelijke aspecten mee te kunnen nemen in die nazorg. Kan u dat bevestigen dat dat dus ook op het terrein nog te weinig aangepakt wordt? Tot daar mijn vragen, voorzitter. Dank u wel. Volgende vraag stellen mevrouw Van den Bossen. U heeft het woord, alsjeblieft. Dank u wel. Bedankt voor de interessante uiteenzettingen. Een aantal vragen en bedenkingen van mijn kant. U heeft het in uw uiteenzetting over het actief afraden van die PSA-testing, ja, waardoor toch elke dag 4 tot 5 mensen meer zouden sterven dan, ja, dan wanneer wij die PSA-testing niet zouden afraden, hè, dan in vergelijking met de daarvoor. Als het gewoon puur op het hele concrete niveau is, welke aanpassingen zou je dan willen terugdraaien? Of welke aanpassingen, in geval u niet per se iets wil terugdraaien, maar iets niet wil introduceren, zou je dan willen introduceren, zeer concreet en toepasbaar voor ons, om ervoor te zorgen dat die mensen die wij vermijdbaar verliezen, dat wij die niet meer zouden verliezen? Tweede vraag ook. Ik vind het zeer opvallend, collega Saïs verwees er ook al even naar, dat er voor verschillende kankers een heel andere aanpak is naar preventie en voordetectie. En ik vroeg mij af, zowel richting agentschap als experten, of naar jullie aanvoelen dat te maken heeft met de stand van de wetenschap, wat sommige kankers en de voordetectie daar betreft. Of dat eerder te maken heeft met de aantallen, hè, hoeveel mensen getroffen worden door bepaalde kankers. Heeft dat misschien ook te maken met gelobby? Want ik hoorde ook dat u heel hard uw best moet doen om in verschillende middens te proberen beleidsmakers warm te maken voor initiatieven omtrent prostaatkanker. Waarbij dan ja, wie eerst komt, eerst maalt, zeg maar, en het budget dan op is. Heeft dit ook met toeval te maken of zit hier echt ook veel visie achter? Ik vraag dat ook omdat ik in de uiteenzetting van het agentschap een aantal keer heb gehoord, ja, maar ja, we hebben maar dit budget en er gaat al zoveel procent naar dergelijke voordetectie. Dat begrijp ik wel, maar het is niet dat er al een aanzienlijk percentage van het budget naar voordetectie gaat, dat we daarmee moeten stoppen. Misschien betekent dat ook gewoon dat het budget dat Vlaanderen nu voorziet voor preventie eerder aan de lage kant is. Dus dat mag geen reden zijn, denk ik, voor ons om niet te durven nadenken over wat we in de toekomst zouden moeten ambiëren. Vandaar even los van die budgetten die in de toekomst altijd worden aangepast, toch nog eens een tweede vraag. Ik hoor ook wat twijfel bij het agentschap over het nut van een aantal van de voorgestelde initiatieven. Hè. Rond de informatiecampagne zegt men, ja, gaat dat wel werken, zo'n campagne? Nu, daar is veel onderzoek naar in de gezondheidspsychologie over welke campagnes wel en niet activerend zijn. Maar misschien is ook wel onderzoek dat, of zijn er goede voorbeelden uit het buitenland, waaruit blijkt dat een babbel met de huisarts meest oplevert. Of een campagne waarbij mensen individueel worden aangeschreven wanneer zij zich in een bepaald risico bevinden, zoals dat bij een aantal kankers gebeurt. Wat is volgens u daar de best mogelijke manier om dat te doen? En dan wat die systematische voordetectie betreft naar een brede groep of smallere groep die men zou kunnen omschrijven als zijnde een hoger risico dragend. Daar stelt de agentschap de vraag, ja, is daar eigenlijk wel gezondheidswinst? Dus zeer graag die vraag, toch ook even aan de experten. Voorziet u gezondheidswinst op het laatste niveau als we dit doen? En zo ja, hoe doen we dat op de meest doelmatige manier? Dank u wel. Dank u wel. Volgende vraag stellen mevrouw Wouters, alsjeblieft. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook de sprekers allemaal bedanken voor hun aanwezigheid en voor hun zeer interessante toelichting. Ik heb enkele concrete vragen voor professor Van Poppel.
Professor, deze conceptontatie heeft het over goed geïnformeerde mannen. Maar ik stel me toch wel de vraag over die niet goed geïnformeerde mannen. Want het begint vaak al heel vroeg bij mannen die een PSA-meting verwarren met een rectaal onderzoek. En dat schrikt natuurlijk af. En dat gaat ook maken dat, dat ze hun PSA-meting niet gaan laten controleren. Dus mijn vraag, is het niet de taak van huisartsen om betere informatie te geven en mannen aan te sporen om deze meting te laten doen ter preventie? En prostaatkanker is de meest vastgestelde kanker bij mannen. Als het ware de tegenhanger van borstkanker bij vrouwen. Vrouwen worden nu uitgenodigd voor een mammografie. Maar is het ook niet belangrijk en zeer nuttig voor mannen uit te nodigen voor een eenvoudige bloedname om hun PSA-waarde te bepalen? En kan dit misschien ook geen taak zijn voor de huisartsen? Wat is uw visie hierover? En dan de studie waarvan sprake is in deze conceptnota geeft aan dat de levensverwachting en levenskwaliteit door vroege opsporing van prostaatkanker kan verbeteren. Maar er zijn inderdaad voorwaarden aan verbonden. En bij twee aanbevelingen in deze conceptnota heb ik toch enkele bedenkingen. Niet tegenstaande deze aanbevelingen terecht zijn. Dus bij de eerste, een informatie- en een sensibiliseringscampagne is noodzakelijk, maar hiervoor zal de huisarts initiatief moeten nemen. Hierbij zal de visie of opinie van de huisarts een belangrijke rol spelen. Voornamelijk bij de afweging van de risico's. Professor, de manier waarop de huisarts dit aanbrengt, kan ook bepalend zijn of zijn patiënt aan de screening zal deelnemen of niet. Moeten de huisartsen volgens u niet begeleid worden om dit op eenzelfde manier aan te pakken? En op welke manier kan deze campagne gevoerd worden? Op welke manieren kan men alle mannen goed informeren? Wat is uw visie hierover? En dan mijn laatste punt, en de MR-onderzoek, plannen voor elke biopsie moet een absolute voorwaarde zijn. Maar hier stijgt de druk nog maar eens op de MR-scanners, waar er nu reeds lange wachttijden zijn. Is het dan niet noodzakelijk dat er meer geïnvesteerd wordt in MR-toestellen en daarbij dus medisch en paramedisch personeel? Wat is uw visie hierover? Alvast bedankt voor uw antwoorden. Dank u wel, collega. Volgende vraagstelling, meneer Van Eekhout. U heeft het woord, alsjeblieft. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, eerst en vooral ook van mijnentwege. Dank u wel aan de verschillende sprekers. Ik denk dat het een zeer belangrijk thema is. En het is ook zeer goed dat we hier deze voormiddag de ruime tijd voor nemen. Ik moet ook persoonlijk gewijs aangeven dat het als 36-jarige man ook persoonlijk zeer interessant was, want ik voel mezelf helemaal geen kenner in deze, dus ik zal misschien nog niet helemaal behoren, collega, bij de goed geïnformeerde mannen, maar het was alvast belangrijk om hier ook voor mezelf om voldoende kader te hebben, zowel als beleidsmakers, maar ook als misschien in de toekomst betrokkenen. En het belang van vroeg detectie en preventie daaromtrent, van dat toch nog meer op die agenda te krijgen. Ik moet wel zeggen dat het een voormiddag met een beetje een wending was, waarbij je natuurlijk in het begin een aantal experten heel duidelijk een aantal vragen hoort stellen, een aantal dingen hoort aanreiken. En dat wordt dan in het tweede deel van de hoorzitting, en dat is goed en daarvoor houden we hoorzittingen, wordt dat dan een stuk tegengewicht aangegeven en wordt daar toch een aantal vragen bijgesteld. Dus ik, mevrouw de voorzitter, wil vooral die vraag opnieuw een stuk terugkaatsen naar zij die eerst zijn tussengekomen van hoe reageren jullie eigenlijk op die vraagtekens of die toch aanhalingstekens die een stukje gezet worden bij een aantal dingen die in het eerste deel brengen. Want eigenlijk dreigen wij, en als beleidsmakers is dat natuurlijk nooit evident, in een soort wel eens niet de situatie terecht te komen van wat is de meerwaarde om het al dan niet te doen? Wat is de impact van zo op een bredere PSA-meting te gaan pushen in de bredere bevolking en bij de betrokken leeftijdsgroepen van mannen? Ik ga me daar absoluut niet over uitspreken. En ik ben dus vooral benieuwd naar hoe dat jullie daar naar kijken en ook hoe dat we dit kunnen uitklaren. Want dit uitklaren is wel de voornaamste stap om het beleid op te gaan enten. Een tweede debat is voor mij dan, dat gaat bij de overbehandelingen over, is een stukje die MRI, die volgt op een eventuele zorgwekkende PSA-meting. Ja, hoe sluitend is dat? Ik ben geen expert, maar in welke mate ja, kunnen we daarmee overbehandeling een stuk tegenhouden? En ja, wat weten we en hoe betrouwbaar is dat op het moment dat er een MRI zou moeten gebeuren? Of in welke mate dreigen we dan ook behandelingen te missen die we eigenlijk hadden moeten zien?
Een tweede vraag sluit eigenlijk aan bij wat collega Van den Bossen een stuk heeft aangebracht. Mij is nog niet helemaal duidelijk. We hebben natuurlijk de conceptnota. Daar staan een aantal betere antwoorden op. Maar ik zou graag van de experten horen wat er exact nodig is. Want wat is exact de vraag die eigenlijk gesteld wordt? Wat moet het beleid doen? Gaat dat over bewustmaking en het pushen daarvan? Dus het Vlaamse luik? Of ligt de vraag eerder richting de federale overheid en wat daar moet gebeuren? En, of is het een combinatie van beiden? Uiteraard kan dat ook zeker, maar dat zou voor mij nog wat uitgepuurd moeten worden. Een derde vraag gaat voor mij over een internationale vergelijking. Het is altijd goed om ons toch een beetje te enten op wat er internationaal gebeurt. Hebben jullie zicht op welke manier er in andere landen gewerkt wordt en wat dan de link met de cijfers is die jullie wel een stuk schetsen, maar in welke mate is hier een actief beleid rond in onze omliggende landen of verder in de wereld? En tot slot, misschien gewoon, en dat is eigenlijk eerder een opmerking dan een vraag, maar extra pistes daarvoor zijn wel welkom. Ik vind het gesprek rond nazorg op het gebied van seksualiteit, maar ook op het gebied van andere gebieden van levenskwaliteit wel een zeer belangrijke. Ik ben ook dankbaar dat dat hier op een of andere manier ook binnen het parlement op deze manier ook bespreekbaar wordt gemaakt. Maar het is wel iets waarvan ik aanvoel, zoals rond heel veel thema's van welzijn, dat er toch nog een stukje taboe op rust, breder in de samenleving. Op welke manier kunnen we daar samen aan werken om dat inderdaad nog verder één bespreekbaar te maken, maar twee ook structureel die nazorg te voorzien rond iets die vaak, het gaat over seksualiteit, maar ook over andere zaken, die vaak wel fundamenteel de levenskwaliteit van mensen bepaalt. Dank u wel. Dank u wel, collega. Ik denk dat er al heel wat pertinente vragen gesteld zijn. Ik kan alleen maar aansluiten nog met één vraag, gezien de rest van de bedenkingen ik mij daar zeker bij aansluit. En dat is voor mij de vraag of dat er onderzoek is naar eventuele DNA-markers. Hoe staat het op het genetisch vlak naar eventuele screeningsmogelijkheden? Dan denk ik kunnen we weer de ronde doen en dus beginnen met de professoren hier vooraan met het beantwoorden van de vragen en dan zullen we alle sprekers de tijd geven om hun vragen die aan hun gesteld zijn te beantwoorden. Ik denk dat er daarna nog veel discussiemogelijkheden zullen zijn, maar dan zullen we dat het politieke luik zullen we dan moeten doen op een later tijdstip onder de parlementsleden en de regering en verder door. Maar eerst en vooral terug met veel plezier het woord aan de eerste sprekers. Ik denk dat professor Van Poppel zal starten. Het is een flinke boterham die ons is aangereikt, niet alleen door u elke, maar ook door de twee vrijas. En ik heb geprobeerd van een en ander op te schrijven om geen vragen te vergeten. Freya, voor te beginnen wil ik u bedanken voor de conceptnota die dat je gemaakt hebt en de kans die dat je ons daardoor aanbiedt om te komen verdedigen wat dat wij denken dat er inderdaad moet gebeuren. Uw eerste vraag was over de andere tumoren, borstkanker, colorectale tumoren, cervix. Wanneer het gaat tot het aantal mensen dat we moeten uitnodigen om gescreend te worden, the numbers needed to screen, the numbers needed to invite, the numbers needed to diagnose, the numbers needed to treat, to avoid one death, want daar gaat het eigenlijk altijd om. En ik heb gisteren nog contact gehad met mevrouw Neelen, die daar straks ook verteld heeft hoe het in de RSPC gegaan is met de Antwerpse cohorten. De numbers needed to treat, naarmate dat de opvolging verlengt, hè, als we dus na 12 jaar kijken, na 14 jaar, na 19 jaar, na 20 jaar, zien we dat het aantallen die nodig zijn om één leven te sparen, progressief verminderen. Het is, zoals gisteren ook we met elkaar besproken hebben, verschillend in de verschillende landen. In Zweden is er een zeer duidelijke daling van het aantal dat je moet screenen. In Nederland is dat hetzelfde, in andere landen is dat niet zo duidelijk. Maar alles bij elkaar is het aantal mannen dat moet uitgenodigd worden om de PSA te laten doen, vergelijkbaar met het aantal vrouwen
voor het aantal numbers needed to screen voor borstkanker tussen de 50 en de 60 jaar. Voor de andere leeftijdsgroepen is prostaat iets minder gunstig ten opzichte van colorectale tumoren. Daarentegen is het aantal dat je moet uitnodigen voor colorectale veel hoger dan voor prostaatkanker. Dus ik denk dat dat geen argument is om te zeggen, in vergelijking met andere screeningsprogramma's, zal een screening van prostaatkanker nadelig zijn wat dat die getallen betreft. De vraag is twee keer gesteld in verband met hoe liggen wij internationaal, wat gebeurt er in andere landen. Er zijn een aantal landen waar systematisch de ganse bevolking een regelmatige PSA-bepaling krijgt. En ik zal u het voorbeeld geven, dat is in Kosovo, waar je vanaf 50 jaar elk jaar een bloedbepaling mocht laten doen, terugbetaald. En waarbij dan cholesterol en suiker en andere parameters naast PSA bij mannen wordt bepaald. Ik denk dat dat absoluut niet is wat we wensen. Er wordt gescreend voor prostaatkanker in bijvoorbeeld Georgië, in Kazachstan en in een van de Baltische staten, maar ik ben nu kwijt, misschien dat Gert of André dat weet. In de Europese Unie wordt ons voorgesteld algoritme dat we voorgesteld hebben, toegepast vandaag in Noorwegen en in Oostenrijk. Die hebben dus onze publicatie gelezen en die hebben meteen afgesproken dat gaan we zo doen. Dat zijn niet de armste landen van Europa, dat weten we allemaal. Die hebben dus geen probleem met NMR-onderzoeken terug te betalen. Maar dat zijn dus twee landen die het breed hebben en het dan ook breed kunnen laten hangen. Hoe doen de andere landen het om het in te voeren? De Scandinaven, de Finland, Zweden. Ja, die doen eigenlijk wat dat wij nu aanraden, maar die gaan daar al biomarkers bij gebruiken, zoals mevrouw Sleurs net heeft aangehaald. In Zweden doen ze de Stockholm-test, dat zijn dus de geavanceerde genetische markers. En er volgen er nog veel. Het enige probleem is, we kunnen niet elke keer bij een bijkomende merker weer een onderzoek gaan doen om te kijken of dat dan effectief. Die gaan toegevoegd worden en die gaan eigenlijk nog het nadeel dat we nog altijd zouden kunnen hebben van overdiagnose nog verder verkleinen. Ik denk dat de overdiagnose in het stramien zoals wij het nu hebben voorgeschreven inderdaad zo beperkt mogelijk gebleven is. De winst is ook twee keer gezegd. Wat is de winst van de PSA-bepaling? Ik denk dat de winst zeer duidelijk is. Ik kijk naar André, ik kijk naar professor De Meerleer. De winst is de kwaliteit van leven die verbetert. De winst is de prostaatkankersterfte die daalt. Vraag ons niet of dat de algemene, de overall mortality, de overall survival, dat is niet de parameter die we willen verbeteren. We willen niet dat de kanker die dat de meest frequent is bij de man, prostaatkanker, dat we die mensen dan maar laten sterven of dat we ze niet vroeg willen. Ik denk dat de winst zeer duidelijk is en de kwaliteit van leven van de prostaatkankerpatiënt is het best wanneer hij vroeg gediagnosticeerd is en dan actief behandeld wordt of actief wordt opgevolgd in vergelijking met de mannen die te laat gediagnosticeerd worden. De huisartsen is frequent aangehaald. Om een of andere reden is er in ons land en ook in Nederland vanuit huisartsen een reluctance, een ontrading gebeurd. Ik weet dat er in Frankrijk bijvoorbeeld zijn er processen gevoerd door patiënten die door hun huisarts genegeerd werden voor een PSA-bepaling, hoewel ze die vroegen en dan twee jaar later een gemetastaseerd prostaatkarcinoom hadden. Ik denk niet dat een huisdokter moet de informatie geven en moet dan met de patiënt overleggen. Een shared decision making, dat is precies wat we moeten doen. En je komt tot de overeenkomst. Kijk, ik ga mij laten nakijken. Hoe moeten we de huisartsen informeren? Ja, door ze te informeren. En ik heb dat ook in mijn eigen land en in mijn eigen universiteit geprobeerd. En ik heb met dokter Heijerman destijds, met Bert Aardgeers, nog redelijk recent, onderhoud gehad en onze argumenten naar voren gelegd. En ik zeg, maar geef ons de mogelijkheid om jullie te bereiken
en uit te leggen wat dat onze denkwijze is, die dat totaal verschillend is van de vroegere screeningprocedure van PSA en biopsie. We krijgen die mogelijkheid niet. Dus wat heb ik Europees gedaan? Want het is daar vooral dat ik actief ben. Ik heb met WONCA, dat is de grote Europese organisatie van de primary care physicians, en met UEMO, dat is de Union Européenne des Médecins Omnipracticiens, hebben contact gezocht. En we zijn met hen vandaag de dag een paper aan het schrijven waarin dat we verdedigen wat dat we hier nu met de EAU hebben uitgewerkt, in de hoop van vanuit Europa uit ook op de andere landen de huisartsen te kunnen bereiken en hun de informatie te geven die ze met hun patiënten zouden moeten kunnen delen. Er is een vraag geweest over MRI. Die zou ik graag aan Gert de Meerleer doorspelen. Dat gaat mij de kans geven om misschien nog een kopje koffie of iets anders te drinken te krijgen. Dank u wel. Gert. Ja, het maskertje mag af bij spreken. Mevrouw Sluurs, hartelijk bedankt voor uw interesse. Ik ga korter zijn dan Heinek. Ik wil ook de mensen van het parlement bedanken voor hun zeer interessante vragen, maar ik wil wel jullie verwittigen. Ik ben geen politieker en dus ook misschien politiek niet correct genoeg. Moet er enkel PSA getest worden bij patiënten met een risicoanalyse die positief is? Uiteraard niet, hè, want we weten niet wat een risicoanalyse die positief is betekent. We weten enkel dat er familiale anamnese positief is. Dus dat is, dat zou ik niet doen. Ik ben zeer verrast door de tweede deel van de voordracht en het ging allemaal over screening. Wij komen totaal niet screening verdedigen. Integendeel, wij willen geen screening. Wij willen PSA-testing bij een geïnformeerde patiënt. Dus alsjeblieft, stop met het woord screening gebruiken. Daar gaat het niet over. Hè? Dus als we dat beginnen door elkaar haspelen, dan zijn we over twee verschillende dingen bezig. Screening is niet wat wij willen. Dus al die argumenten tegen screening, die zijn feitelijk weinig relevant vandaag. Met alle respect. De huisarts, ik ga me er niet te veel over uitweiden, maar er zijn inderdaad belangrijke regionale verschillen. En net zoals collega Van Poppel heb ik het ook al actief meegemaakt in mijn dienst, dat huisartsen actief het testen van PSA afraden, met soms echt de nodige drama's tot gevolg. Hoe moet je dat oplossen, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik denk dat je... ik kan er moeilijk op antwoorden. Het enige dat ik genoteerd heb, is dat bij bepaalde commissies, zoals hier ook gevraagd is, dat je de juiste experten moet uitnodigen. Als ik uitgenodigd word over een sessie over darmkanker, ga ik weigeren. Ik ken dat niet. Dus nodig de juiste experten uit. Er was een vraag, een heel interessante vraag, over het multidisciplinaire aspect en huisartsen. Die mensen, die collega's, worden voor elke mok uitgenodigd. Dat is om 5-6 uur 's avonds, maar die komen niet. Die krijgen voor elke mok, als een patiënt van hen wordt besproken, dus mok bestaat voor het multidisciplinair oncologisch consult, krijgen die een uitnodiging. Ik denk dat het antwoord zeer positief is. Die collega huisartsen hebben daarmate een drukke job. En met de limieten voor de artsen die nu toegelaten worden, zal dat verslechten. We gaan op dat vlak naar een probleemsituatie in ons land. Zeker in Vlaanderen. Die hebben daar gewoon geen tijd voor. Dat is de keiharde realiteit, maar wij nodigen ze wel uit. Als een huisarts een patiënt doorstuurt naar de urologie voor verder uitwerking voor een gestegen PSA, worden al die patiënten, althans in ons ziekenhuis en in veel andere ziekenhuizen in Vlaanderen, de grote meerderheid, multidisciplinair besproken. Altijd. Dus het is, op dat vlak zijn we enorme stappen vooruit gegaan. Vragen van de collega over seksualiteit, ik vind die altijd zeer belangrijk, maar er zijn twee grote verschillen. Als seksualiteit geremd wordt door bijvoorbeeld heelkunde of fraaitherapie, is dat vaak een wat men noemt motorisch probleem. En er bestaat gespecialiseerde zorg voor. Naast pilletjes bestaan er ook andere zaken. Dus die wordt aangereikt. Waar ik het niet over hoor, en dat vind ik een beetje een ontgoocheling, is het gebrek aan seksualiteit als je hormoontherapie nodig hebt voor een vergevorderde tumor. Dat is een centraal probleem in de hersenen, kunnen niks aan doen. Dus die zaken moeten echt wel gescheiden worden. En geloof mij vrij, ik heb dat ook in het begin gezet, de bijwerkingen voor een vergevorderde tumor te behandelen zijn altijd veel, maar dan ook heel wat hoger dan de bijwerking die je zou kunnen riskeren voor early detection. Maar daar wordt niet over gesproken. Ik zeg vaak tegen mijn patiënten, en ze kunnen er vaak maar lachen, van tegen een tumor te praten is ook nog niemand genezen. Hè? Ja? En ze lachen er dan eens mee. En hoe verder... Het wordt altijd over kosten gepraat en over zorg. Het gaat hier over een patiënt definitief genezen. Dat hoor ik zeer weinig. Hè? Definitief genezen betekent niet dat je in al die jaren nog maar prostaatkanker geconfronteerd wordt. Je zit er vanaf. Je zegt genezen.
daar hoor ik zeer weinig over en dat ontgoochelt mij een beetje bij de tegengestelde versies. Ons land is op wetenschappelijk onderzoek, mevrouw Sleursen, naar prostaatkanker, absolute Europese top. U kan op PubMed gaan zoeken, wij publiceren in de grootste tijdschriften die er zijn. We hebben geen politieke lobby natuurlijk, we hebben er ook geen tijd voor. En als je dan kijkt naar het gezondheidsbudget, daar wringt het schoentje enorm. Ik hoor hier vragen over kostprijs van early PSA detection, geen 10 euro? Allee, ik wil het afronden naar boven, hè. 10 euro. Een medicament dat 3 maand benefit geeft, of 6 maand benefit geeft, voor verre tumoren, wordt aan rate van 3.500 euro per maand terugbetaald. En er wordt geen enkele vraag over gesteld. Wij wel. En dat is de farmaceutische lobby die wij niet hebben. Dus een heroriëntering van het gezondheidsbudget is volgens mij essentieel om dit rond te krijgen. U vraagt, meneer, over MRI. Als je een goede multiparametrische MRI doet en die is negatief, dan is de kans dat je een agressieve tumor hebt minder dan 3%. Dus dan kun je alle biopsie vergeten. Ja? En zoals professor Van Poppel heeft aangekaart, zal dat bij de bi-parametrische die nu een aantal test ook zo zijn. Dus een MRI is echt een zeer duidelijk zwart-wit onderzoek. Omgekeerd, als het een positief is, moet je biopsie nemen. Maar voor 147 euro lijkt me dat toch wel een verdedigbare optie. Ik vind dat zeer goedkoop. Hè? Terug in vergelijking met al die andere zaken. De lange wachttijden is een verdrietige problematiek. We hebben er al vaak, ook met professor Villiers en zo, collega radioloog over onderhandeld, maar dat ligt politiek vrij moeilijk. En dan nog, ik ben volledig akkoord met mijn mentor Hein van Poppel. De grootste winst voor de volksgezondheid is op 3 vlakken. Je kunt aan een man zeggen, u bent definitief genezen. Zit er niet meer over in. 2, de bijwerkingen die je riskeert door lang te wachten zijn vele malen groter dan wat wij hier van de mensen die niet zo pro zijn te zien hebben gekregen. Dat is onomstotelijk vast. Je moet eens een jaar hormoontherapie pakken, als vrouw, en sommige tumoren is dat ook, dat is afzien. Hè? En dat is heel wat anders dan af en toe een keer een druppeltje bloed verliezen of een druppeltje urine verliezen tijdens het golven. Hè? Want je gaat niet meer golven, want je hebt geen hoesting meer. Ja? Punt. En 3, het is gewoon veel goedkoper. Allee, bon, we zijn hier zo altijd bezig over geld. Maar dat is gewoon stukken goedkoper. Ik denk dat per patiënt zonder overdrijven 100.000 euro zal schelen. Dus dat zijn mijn antwoorden. Moeten we nog een studie doen zoals KC aanraadt? Ik denk dat dat puur tijdverlies is. Ik denk dat we mannen weer voor 20, 25 jaar, en dan is dat nu, weer gaan uitstellen. Dat is puur tijdverlies, vind ik. En nu, uw vraag over genetisch onderzoek, ga ik mee in. Dat was zeer interessant, maar is een moeilijke. We hebben een paar keer gedacht, we hebben het. BCL2 bijvoorbeeld, antiapoptose, we dachten, we hebben het. 0. Misschien het Angelina Jolie-gen zou kunnen. Maar ja, dan moet je al die mensen daarop testen en dat is positief. Dus we weten het niet, maar de toekomst zal waarschijnlijk een antwoord geven. Dus ik hoop dat ik jullie geholpen heb met mijn antwoorden. En ik wil nog een keer mijn diepste respect en dank uitdrukken dat wij eindelijk als klinische experten ook eens gehoord worden. Dank u wel. Ja, ik zou daar als patiënt ook nog iets aan willen toevoegen. Ik hoorde vooral in het tweede gedeelte heel veel vragen van, we kunnen dit niet of we hebben meer studies nodig. En alsjeblieft, RSPC heeft bewezen dat pure screening nuttig is. En wij hebben als patiënt altijd gezegd, moeten we dit wel ondersteunen? Ja, waarom? Omdat we weten dat nu ook met de opportunistische screening er nog altijd een overbehandeling is. Een overbehandeling met de gevolgen die ik u heb laten zien. Nu, als patiënt wil ik toch wel zeggen, vandaag steunen wij vroegdetectie. Geen screening, maar vroegdetectie. Zoals de EAU voorstelt. Waarom? Omdat we er ook goed naar gekeken hebben. En het white paper hebben wij als patiënten samen met de EAU geschreven. En we weten dat daar garanties in zitten vandaag. Om, ik zeg niet geen overbehandeling, maar om de overbehandeling drastisch terug te brengen. En de voordelen zullen nog groter zijn dan de RSPC-studie toont. Je kunt trouwens vandaag in België geen studie doen die valabel is. Omdat er opportunistische screening is en er dus een vervuiling is van al die gegevens. Als patiënten zeggen bij jongens, je hebt vandaag de kennis, je hebt vandaag de tools, je kunt enorme gezondheidswinst maken en je kunt geld sparen als je naar het hele budget kijkt. Waar wachten we op? Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef graag het woord om ook te antwoorden aan professor Blauwmeester en professor Nelen, alsjeblieft. Professor Blauwmeester, heeft u specifieke antwoorden? Ja, ik denk dat er maar één specifieke vraag aan mij is en dat is die genetische screening. En ik kan u daarop antwoorden. Waar je over spreekt is liquid biopsy en vooral RNA-merkers. En er is heel veel wetenschappelijk onderzoek rond. Er is ook vorig jaar een paper verdedigd die 27 merkers test die ontzettend hoopvol waren. Die inderdaad, ik heb het even opgeschreven, een accuraatheid hadden van 92% sensitiviteit, 94,4% specificiteit, bijna 90%. En maar een vals positieve ratio van 6,1. Dat klinkt als muziek in mijn oren, maar dat is nog wetenschappelijk onderzoek. Er zijn nog geen grote studies rond gebeurd. Dat is dat antwoord. En dan het tweede, waarom dat er een discrepantie is tussen het eerste deel en het tweede deel, is denk ik omdat het tweede deel inderdaad van screening spreekt. Screening is bevolkingsonderzoek en vroegdetectie is een andere naam eigenlijk voor, denk ik, opportunistische screening, want we spreken dan over geïnformeerde mannen. Dank u wel. Dank u wel. Dokter Nelen, had u nog het woord gewenst? Ja, ik kan misschien nog toevoegen dat inderdaad de numbers needed to diagnose bij de laatste analyse van de ERSPC, dat is dus hoeveel mensen moeten we diagnosticeren om één overlijden te vermijden, dat dat 18... eigenlijk de ERSPC-studie is nog niet voltooid. He, ze loopt nog altijd verder. En het relatieve verschil, dus de sterfte die we kunnen vermijden, is 20% tussen de gescreende arm en de controlearm. Maar naarmate dat we verder in de tijd vorderen, gaan we wel meer kankers diagnosticeren en gaan we dus in absolute aantallen wel meer sterfte vermijden. Maar in verhouding blijft het 20%. Daarom dat we ook, naarmate de tijd vordert, we steeds minder mannen zullen moeten diagnosticeren om één overlijden te vermijden. En op dit moment is dat 18. Bijvoorbeeld bij de vorige analyse was dat nog 26, 34 enzovoort. Ik ben geen specialist op vlak van borstkanker of op vlak van de andere kankers. Ik kan alleen maar weergeven wat er in de publicaties wordt, hoe borstkanker wordt vergeleken met bijvoorbeeld prostaatkanker. En dan zien we dat het de number needed to diagnose voor borstkanker 7 is. Om één overlijden te vermijden en 18 voor prostaatkanker. Dat is wat de volledige ERSPC-studie betreft. Maar sommige partners in de ERSPC-studie zijn wel meer performant dan het geheel. En bijvoorbeeld in de laatste resultaten van de Zweedse studie komen zij inderdaad ook op 7 als number needed to diagnose. Dan wat de vraag betreft in verband met kwaliteit van leven, dat eigenlijk de winst in verband met de winst van minder sterfte, dat die voor een stukje teniet gedaan wordt door minder kwaliteit van leven door de overdiagnose, overbehandeling en de gevolgen die daaraan hangen. Dat is 23% in onze studie gebleken en dat zou 8% zijn in die publicatie, wordt dat vergeleken met borstkanker, zou 8% zijn bij borstkanker. Zo zouden we per prostaatkankerdode die we vermijden 8,4 levensjaren winnen voor prostaatkanker en 15 levensjaren winnen voor borstkanker. Want ik denk dat dat wel, dat is ook wel aangehaald. Waarom is er zo'n verschil tussen de verschillende kankers? Dat denk ik dat ook wel te maken heeft met de mate van bewijskracht die er is in verband met de screeningsprogramma's. Maar ook dat sommige kankers zich voordoen op een andere leeftijd of met een ander profiel dan bijvoorbeeld borstkanker. Bijvoorbeeld prostaatkanker is 10% van de kankersterfte bij mannen. Borstkanker is 18% van de kankersterfte bij vrouwen. Bijvoorbeeld prostaatkanker is 1,7% van alle verloren levensjaren door alle oorzaken bij mannen. Borstkanker is 10%
van de verloren levensjaren, van alle verloren levensjaren door alle oorzaken bij vrouwen. Dus borstkanker is de eerste oorzaak van verloren levensjaren bij vrouwen. En prostaatkanker is de 12e oorzaak van verloren levensjaren bij mannen. Dus dat zijn maar voorbeelden om aan te halen dat er wel degelijk soms een reden is waarom de ene kanker anders wordt aangepakt dan de andere kanker. Verder moet ik natuurlijk zeggen dat onze studie eigenlijk de leeftijdsgroep die wij bestuderen is 55 tot 69 jaar. En de resultaten gelden dan ook alleen maar voor die leeftijdsgroep. En het is heel moeilijk om dan af te leiden wat dat zou kunnen betekenen als we het hebben over mannen van 45 tot 50 jaar. Daar hebben we eigenlijk geen resultaten over in onze studie. Ja. Dank u wel, dokter Nelen. Dokter Hiel, wenst u nog het woord, alsjeblieft? Ja, dank u wel. Wat ik eventueel nog wel aangeven over de nazorg en vooral over de link met seksualiteit, is dat we een rapport aan het voorbereiden zijn en dat er eind dit jaar aankomt en dat we ook van plan zijn om daar naar de beleidsmakers te sturen. Dus u kan dat zeker nog verwachten. De meldcampagne loopt op dit moment nog, dus we gaan daar zeker werk van maken. En het tweede waar ik nog even wou op terugkomen is in verband met de shared decision en hoe kan je de huisartsen bereiken. Wel bij Kom Op kan je ook een preventieproject aanvragen. En er onder andere nu is er één aanvraag die eigenlijk huisartsen beter wil informeren. Het gaat dan over een andere kanker dan prostaatkanker, maar er zijn wel mogelijkheden om huisartsen beter te informeren op een goede wetenschappelijke manier uitgedacht. Dat was alles wat ik nog wou toevoegen. Dank u wel, dokter Gils. Dan geef ik ook nog graag het woord terug aan mevrouw De Schutter of aan de andere leden van het agentschap. Jullie hebben het woord, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Er werden een aantal vragen gesteld. Een van de eerste vragen was, houden we ook rekening met de kost van de behandeling van een vergevorderd stadium van kanker in onze overweging? Ja, natuurlijk. Ik heb in mijn presentatie ook verwezen naar de noodzaak voor een gezondheidseconomische analyse. In een gezondheidseconomische analyse moeten alle aspecten mee in rekening worden genomen. En dus het is niet omdat behandelingen en de verstrekte zorg een federale materie is, dat wij in onze gezondheidseconomische analyse of in de gezondheidseconomische analyse die zou gedaan worden, dat daar geen rekening mee gehouden wordt, omdat dat voor een andere overheid is. Dus ja, het hele, eigenlijk de kosten, de voor- en nadelen en wat het oplevert voor de gezondheid van de doelgroep, voor heel de keten en elke stap in de keten wordt geëvalueerd op basis van een gezondheidseconomische analyse. En ik vind het dan ook wel heel bijzonder dat een van de eerdere sprekers zomaar stelt dat het niet zinvol is om zo'n gezondheidseconomische analyse te laten uitvoeren. Ik denk dat het een absolute noodzaak is om daar gegevens te hebben en ook een onderbouwing te hebben van de gezondheidswinst en wat dat zal betekenen voor onze maatschappij om een dergelijk algoritme in te voeren. Een bijkomende vraag was, hoe vergelijkt u dat met darmkankerscreening, hè, waarbij dat er ook wel na de screeningstoel dan toch een invasieve acte gebeurt, een colonoscopie gebeurt om de diagnose te stellen. Dat is juist nu, voor darmkankerscreening zijn de voor- en nadelen en dus de gezondheidswinst die het oplevert, zeer nauwkeurig vastgelegd. Er is een gezondheidseconomische analyse. Er zijn ook wetenschappelijke onderbouwingen die dat ook het screeningsinstrument en het algoritme gaan onderbouwen. Ik denk dat dat voor darmkanker ondertussen wel al zo is en er nog vraagtekens zijn voor prostaatkanker, voor het voorstel dat hier vandaag op tafel ligt.
We maken deze vergelijking vandaag niet. We kunnen alleen maar vaststellen dat er nog vragen zijn en of zaken zijn die beter onderbouwd kunnen worden. Daarnaast was inderdaad ook de vraag van hoe verklaart u de verschillende aanpak voor de verschillende kankers op basis van preventie? Ik denk dat mevrouw Nelen al een groot stuk van het antwoord heeft gegeven. Opnieuw verwijs ik naar een gezondheidseconomische analyse, maar ik verwijs vooral ook naar het begint met het voorkomen, de ernst en de natuurlijke verloop van de ziekte. Wie tast deze ziekte aan? Zijn dat jonge personen, oude personen? Welke doelgroep is dat? Hoe verloopt die ziekte? Moet je die vroegtijdig, kan je die vroegtijdig opsporen? En kan je er dan ook effectief een correct gevolg aan geven? Correct bedoel ik, kan je vermijden dat de ziekte toeneemt of kan je een genezing verzekeren? Is het screeningsalgoritme, is het bewezen effectief en doelmatig? Is dat ook zo voor de behandeling? Is die voorhanden? Is die capaciteit daar? Is die betaalbaar? Heel die keten moet eigenlijk geëvalueerd worden. En dus voor elk van die kankers moeten we dat eigenlijk doen. En het is inderdaad waar, en dat moeten we ook meegeven, dat de wetenschappelijke kennis niet voor elk van, van deze kankers even ver gevorderd is. En bijvoorbeeld ook de screeningsalgoritme of de mogelijkheden naar therapie niet altijd even voorhanden zijn. Dus ik denk dat er heel veel redenen zijn waarom de ene kanker, waarom we daar wel bevolkingsonderzoek doen en voor de andere niet. Ik wou misschien nog even terugkomen toch op een beetje een spraakverwarring of misschien een terminologieverwarring tussen screening en bevolkingsonderzoek. Want daar verwees ook een van de eerste sprekers naar, dat we niet spreken over screening wanneer het over geïnformeerde mannen gaat. Daar ben ik het fundamenteel mee oneens. De eerste stap in de keten van bevolkingsonderzoek gaat net over informeren en sensibiliseren. En het doel is daar om de doelgroep een geïnformeerde keuze te laten maken over het al dan niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek, waarbij men bewust is van de voor- en nadelen voor elk van hen. Dus zeggen dat het niet over screening gaat, omdat het over geïnformeerde mensen gaat, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat de collega wijst op opportunistische screening vanuit het individuele standpunt tegenover de systematische aanbod van een screening, een bevolkingsonderzoek vanuit de overheid. Tot slot misschien nog heel even terugkomend op het nut van een informatiecampagne. We hebben daar inderdaad vraagtekens bij gesteld. Het grootste probleem daar ligt opnieuw in. Als je mannen gaat of een doelgroep gaat informeren en sensibiliseren over een mogelijk gezondheidsrisico en je doet dit zonder dat je volle overtuiging kan zeggen: als u ongerust bent, dan zijn dit de stappen die u kan nemen. Dus ja, doe het, wat we eigenlijk met de andere kankeronderzoeken wel doen. We zeggen van, wij doen het, doet u het ook. Ik denk, daar kunnen we vol overtuiging zeggen van, ga ervoor. Want we hebben die voordelen en die nadelen zeer nauwkeurig naast elkaar kunnen leggen. En de voordelen wegen hierop ten opzichte van de nadelen. Maar zolang we dat niet kunnen voor prostaatkankerscreening, is het ook zeer moeilijk om de mannen te gaan informeren over een mogelijk risico, daardoor vragen te induceren en ze eigenlijk richting een opportunistische screening te sturen, waar dat we denken dat ook de kwaliteit niet verzekerd is. Dank u wel. Ik denk dat professor Van Poppel en professor De Meerleer nog een korte... Het zou een beetje oneerbiedig zijn om niet te antwoorden op de vraag van mevrouw Van den Bossen, die het had over budget en prioriteiten. Ik weet niet hoe dat het in Vlaanderen of in België gaat gaan. We zitten met een PSA-test die in vergelijking met andere screeningprogramma's eenvoudig, goedkoop en betrouwbaar is. En bruikbaar dus, in vergelijking met de stoelgangstest die moet gebeuren, de coloscopie die moet gebeuren, de mammografie, echografie bij de borsten, het uitstrijken, cytologisch onderzoek voor het cervixcarcinoom. Goed, maar die drie tumoren zijn in 2003 door de Council, de European Council, recommended, zijn dus aangeraden om daarvoor dus inderdaad screening te doen. Ursula von der Leyen en Stella Kyriakides
hebben nu beslist om 3 nieuwe kankers eventueel in te sluiten in de volgende recommendations. En dat zijn in volgorde long, prostaat en maagkanker. Nu, uiteraard ben ik prostaatkanker gaan verdedigen. De longen is op zich een probleem als prioriteit, omdat net zoals wij risicostratificatie gaan doen, gaat de longkankerscreening zich richten op mensen die een hoog risico hebben. En welke mensen zijn dat? Dat zijn mensen die veel gerookt hebben of veel jaren veel gerookt hebben, die eventueel gestopt zijn met roken of nog altijd rokende zijn. En zo gaat je dus een bepaalde bevolkingsgroep bevoordelen en die mensen screenen op longkanker, terwijl dan een aantal mensen longkanker krijgen zonder ooit gerookt te hebben of iets ongezond gedaan te hebben. Dus dat is bij prostaat, kun je dat niet hebben, hè. Elke man heeft een kans om prostaatkanker te krijgen. Dus ik hoop daardoor dat we in de lijst, die moet passen in een budget, toch aan de top gaan komen. Gisteren was er een eerste expert, een Europese expertencommissie, waar dat we aan deelgenomen hebben, waar dat ook huidkanker, pancreaskanker en eierstokkanker aan bod gekomen zijn. Maar ik denk dat die toch in het rijtje mevrouw Van den Bossen gaan moeten wachten op de meest voorkomende en tweede dodende mannelijke kanker, dat prostaatkanker is. En misschien longkanker, omdat de mortaliteit van longkanker nog altijd zo hoog is. De opmerking van de collega achter mij natuurlijk over de eerste helft en de tweede helft van deze zitting is duidelijk gemaakt. Spreekt over screening en over early detection. En early detection is pro en screening is tegen. Mevrouw Wouters mag ik niet vergeten, omdat ik die nog ken van op Gasthuisberg vroeger. Goed informeren is belangrijk. Ik ben onlangs op de Europese Vereniging van Urologie op het congres. We hebben de patiëntendag georganiseerd en patiënten vinden dus niet dat je over PSA moet spreken, omdat ze dat inderdaad zouden kunnen verwarren met een rectaal onderzoek, een klinisch onderzoek. En we moeten dus de mannen informeren op een andere manier, dat het dus gaat om een bloedname die ze moeten laten doen, waarna al de andere risicofactoren erbij komen en dat we dan gaan kijken hoe dat we verder moeten. En dat is ook iets dat de huisartsen natuurlijk moeten meedragen. Het verschil tussen een mammografie en een PSA. Mammografieën gaan ook zaken ontdekken waarvoor puncties worden uitgevoerd en er tumoren worden ontdekt die overgediagnosticeerd en overbehandeld worden. Dat is een probleem dat voordat mammografie screening in 2003 is aanbevolen geweest, niet geweten was. Dat is iets wat we weten met de screeningprogramma's die dat we nu gedaan hebben. Ik denk dat wij met een screeningprogramma kunnen starten, omdat we kunnen voorkomen dat die overdiagnose, die dat bij borst er eigenlijk nooit niet uitgehaald is, dat we dat wel zouden kunnen. En dan dat de levenskwaliteit beter is. Ik denk dat dat ook weerom, zoals mevrouw Wouters gezegd heeft, dat de huisarts een primaire rol speelt en dat we moeten kunnen toegang tot hen krijgen om hen dat uit te leggen. Gert, jij wou nog iets anders vertellen, dacht ik. Wel, ik heb, misschien is het niet de gewoonte, maar ik heb ook nog een vraagje voor een collega. Die sprak over de numbers to treat, de numbers to screen, om een overlijden te vermijden. Nu is mijn vraag aan collega Nelen, en het is een vraag uit interesse, dus zou het niet veel beter zijn om als eindpunt voor numbers to treat, numbers to screen en numbers to invite het eindpunt te nemen? Hoeveel mannen kunt je daardoor vrijwaren van zware systemische en palliatieve hormoontherapie nodig te hebben? Ik denk dat dat een veel meer valabel eindpunt is. En dat is ook mijn oproep aan KCE om dit eindpunt veel meer in de belangstelling te brengen dan dat dogma van sterfte. Dank u wel. Dank u wel. Dan denk ik, als er vanuit de parlementsleden geen vragen meer zijn, dan wens ik alle sprekers en alle experten en alle aanwezigen, fysiek of van op een andere locatie digitaal, van harte te danken voor hun tijd en hun expertise. Ik denk dat er heel wat stof is om over na te denken, maar deze verdere besprekingen zullen we dan onder de politieke actoren verder houden. Nogmaals, dank aan alle mensen om tijd vrij te maken om hun expertise en hun bijdrage te willen leveren in deze belangrijke discussie. Dank u wel.
Gezien de regeling dat werkzaamheden gisteren gebeurd is, is het momenteel niet nodig en sluit ik bij deze de commissie af. Tenzij er parlementsleden dringend, maar ik denk dat we die gisterenavond nog gehouden hebben. Oké, dankjewel allemaal en tot de volgende zitting.